-dam 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 -dam. De Piepshow 2022. De terugblik op een uh, veelbewogen jaar. En ja, het gaat niet alleen maar over Activision Blizzard. Sterker nog, het gaat over veel meer andere dingen dan Activision Blizzard. Die hele Activision het Blizzard... Het gaat nu alweer helemaal over Activision Blizzard. Ja, maar die hele bullshit die heeft eigenlijk een heleboel andere zaken... Uh... Je hebt het wel vaak genoemd in de intro ja. nu. Gaat het over Activision Blizzard? Het gaat zeker over Activision ah, Blizzard. Het gaat over Activision Blizzard. Ehm... Um... Ja, nee, we gaan gewoon even het jaar erbij uh, doornemen en Koos... Uh, Laten we zit... beginnen bij Activision Blizzard. <laughs> nee, we gaan ergens anders beginnen. Koos oh. zit erbij om, uh, om uh, ook zijn mening uh, te geven over een, uh, over een jaar... Over Activision Blizzard. Waar, er een ja, stoppen. <laughs> <Nee>. <laughs> waar een hoop gebeurd is. En um, wat je nu voor je ziet uh, op, uh, op beeld, is eigenlijk alle piepshows die we het afgelopen jaar hebben... Opgenomen. Dat zijn er 52 in totaal, dames en heren. Wow. Ja. Ja. Stug zijn ja, we doorgegaan. Uh, we hebben geen één week overgeslagen. Nee, er is volgens mij Blijf. geen één week overgeslagen. Um, want als er niet was op Nee, dat is niet waar. Nou, dan heb uh, we hebben wel een week. Zeker ja, een week. Toen ik op vakantie, op vakantie was, ja. hebben die gedaan. Uh, en toen Boris op vakantie hebben het ook één keer niet gedaan. A keer dan moeten moet jullie ze ook nummeren, joh. Ja, ja, misschien wel, misschien. Maar we begonnen op 4-1-2022. En dat was ik helemaal vergeten, jongens. De NFT's. Toen was de NFT was de Activision Blizzard van het begin van het jaar. Daar hadden we het alleen maar over. De NFT. Ubisoft ging in de NFT. EA ja. zei het is de toekomst van gaming. Square Enix ging vol inzetten op de NFT. En binnen 5, 6 maanden it's gone. Ja, ik, ik moet maar... zeggen dat we dat wel. Van, ik zeker vanaf het begin af aan gezegd. Ja, hebben, nee, we hebben het vakkundig regels opgeschreven. Als ja. uh, ik, ja. het, ik, ik, ik denk nog steeds dat de toekomst is. Ik denk alleen dat we wel alle bullshit zoals, uh, zoals hoe, zo, hoe ze het nu erin hebben gebracht... met plaatjes die, die, die geld kosten en dergelijke... dat dat eruit is. Maar, maar hoe, sorry, hoe is, wat voor soort bullshit werkt dan wel? Wat? Ik geloof dat digitale ownership van uh, in-game items... die je buiten de game om kan nemen... en op een op derde partij... Exchange of marktplaats kan uh, verhandelen, daar geloof ik wel in, en in eigen beheer houden, daar geloof ik zeker wel in. De digitale dingen die de developer oneindig kan bijmaken als de nee, prijs nee, van nog. Nee, ja, dat is dus een ding van nee, dat maar niet, dat, maar dat hebben ze ja, wel dat, eerst gedaan. Ja, nee, maar dat, omdat dat niet kan, omdat ze dat altijd zullen kunnen doen, is het hele idee van digital ownership is bullshit. Nou ja, ja, dat gaat wel op basis van vertrouwen. En, maar en dat, wat, dacht dat je, is... wat dacht je? Stel je voor dat jij een ontwikkelaar bent. Hè? En ja. Je geeft 100 miljoen uit aan het bouwen van een nieuwe warzone. Ja. En dan moet je de functionaliteit inbouwen, zodat mensen hun paarse. Trace, uh, Gun ja. en Messi uh, character kunnen meenemen in jouw game. Denk je dat je daar dan geld gaan aan gaat uitgeven? Niemand nou, gaat dat doen. Mensen doen dat al. Dus nee, de, 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 nee, dat niet. mensen doen dat al met, met Counter Strike skins. Mensen ja, doen maar, dat al met ja. De ik, enige game waarvan je zegt daar zit niet meer echt een centrale partij achter uh, is Counter Strike. Nee, dat is een voorbeeld daarvan. Ja. Maar er zijn heel veel andere games. FIFA. Ultimate Team is daar een perfect voorbeeld van. Dat is een gesloten economie waarin zowel uh, de IEA -E -E, de uitgifte van de kaartjes als de currency in beheer heeft. Ja, goed, maar en hoe, hoe, stel je even voor dat jij je kaartenpack die je gekocht hebt voor veel geld in FIFA... Ja. dat je die mee kunt nemen naar die pro-evoluties, ook hoe die shit nu ook heet. Dat is toch ondenkbaar? Nee, nou, wat, wat, wat ik uiteindelijk zou willen hopen, uh, is dat jij, wanneer je een keertje Ronaldo pack, nou, mm -hmm. dat is heel zeldzaam, dat mm -hmm. weet jij ook wel. Uh, wanneer je dat hebt, dat je in ieder geval die voor altijd hebt. En kijk, ja, Ultimate dromen. Nee, dat, dat, dat heet uh, uh, Wishful Thinking. Oh, dat is het ook. Maar ik geloof zeker dat daar wel vraag naar is. En uiteindelijk, als daar vraag naar is, dan gaat er ook een partij komen die daarmee komt. Want ik denk op een gegeven moment, en mensen hebben dat kennelijk nog steeds niet door. Maar op een gegeven moment zijn mensen het zat. Dat ze ieder jaar lappen voor die kaartjes. En FIFA 24 komt uit. Alles is fucking waardeloos geworden. Begin maar weer opnieuw. Ja, maar en dat de is, Dat, de dat is een zijn. service. Dat is helemaal niet. Je hebt helemaal recht op niks, weet je. Je zit binnen een platform van een centrale partij die ontwikkelt had. Met één doel en dat ze geld aan verdienen. Die gaan echt niet de kip met de gouden eieren weggeven omdat het. Ja, maar omdat dan de, gaan, de community dan, dat wil. Nee, maar dan, wil, dan, dan gaan ja. zij dat niet doen. Dan gaat iemand anders daarmee komen. Ja, en die gaan dan vervolgens naar de FIFA moeten stappen en meer betalen dan FIFA. En daarmee is de hele incentive om dat te doen is al weg. Ja, ja, dat, dat, er dat zijn wel voor die modellen mee te verzinnen. Maar dat bedoel ik, daar begon het jaar mee, met dat al die partijen zijn gaan nadenken over die verdienmodellen, en niemand is erin geslaagd om ook maar iets te verzinnen anders dan, oh, nu hebben we weer een plaatje van een of andere chimpansee, en, dat, en weet je, dan ben jij de digitale eigenaar van dat het plaatje. Het, is, het zijn kassabonnetjes. Maar je kan dat daar niks wel, mee. Ja, maar je kan er nooit met niks mee. Met een in in-game item kan je wel zeker, zeker als ik het ook vergelijk met MMO's, als jij bepaalde shit, kaart voor moet grinden. En ook al is het, is het niet oneindig capped. En dan kan uiteindelijk iedereen het wel halen, maar moet je daar heel veel werk voor verrichten. Als je dat kan verhandelen buiten die centrale partij om, dat is toch altijd beter. Of een eigen maar beheer die centrale partij heeft geen belang om dat in te bouwen. Dat is wat ik probeer te zeggen. En daarom zal het nooit gebeuren, want de, de, jij denkt dat die uren die jij hebt gegrind voor een of een item, dat dat jouw item is. Het is niet jouw item. Het item is nog maar, steeds van Boris, de uitgever, de developer. Het feit dat. Uh, kijk, ik, zou, ik baal daar nu van. Mm -hmm. Er baalt ook iemand daarvan die wel de skills heeft om daar wel een game van te bouwen. Die dat wel kan. Maar wat ik al zei. zodra die dat kan, is de incentive dat hij er zelf geld aan verdient en niet jou je vrijheid geven. Die, die platformen zijn gewoon gemaakt om uh, om een verdienmodel te hebben. En het verdienmodel is dat je binnen hun economie blijft en daar je geld uitgeeft. Het verdienmodel kan niet zijn van ja, we bouwen een economie en, en de hele infrastructuur, zodat je alles wat je hier omzet en verdient, dat je dat mee kunt nemen naar een andere economie. Ja, dat gaat, niet, gaat gewoon niet gebeuren. Ik, ik, denk dat, ik denk dat het wel gaat gebeuren. En weet je, we hebben nu natuurlijk de hele fucking crypto-bust gehad. Alles is uh, natuurlijk helemaal naar beneden gegaan. En vooral dan de echte absolute bullshit is helemaal naar nul gegaan. En dat hebben we nu gezien. En daar ben ik heel blij mee. Ja, nou goed, ik hoop dat het ook voor altijd wegblijft. Er zijn nog steeds wel partijen die er semi-in geloven. Zo weten we dat PlayStation een patent heeft neergelegd waarbij. Uh, gamers dus bijvoorbeeld gear kunnen maken die ze dan in een waarhuis inderdaad van Sony zelf zouden kunnen verhandelen met andere gamers waarbij waarschijnlijk dan een, een percentage van de opbrengst naar Sony gaat. Dan nou het... ik, ik, ik vond het idee uh, van een bepaald in-game item dat dan op een gegeven moment een geschiedenis gaat krijgen, mm -hmm. want dat, dat is wat dat was onderdeel van de patent. Vond ik vet, vond ik een vet idee. Ja, het is op zich maar je hebt is... daar toch geen NFT's voor nodig. Weet je nog? Forza had op een gegeven moment een marketplace. Die was ja. ontzettend goed. De mensen maakten skins voor auto's, supervet. En die verkochten dat ook. Maar dat is gewoon binnen die game. Je hebt daar geen NFT voor nodig. En dat is het probleem met die NFT. Het is een soort mm -hmm. soort hype, nee, buzzword. Wat dan? Soort van. Dat moet dan een of ander probleem oplossen. de mensen die voor voor echte geld. Ja, ja, dat ging voor echt geld. Ja. Hoe dan? Hoe krijg je daar betaald? Um, ik heb geen ik heb het zelf nooit gedaan. Ik, we hebben een keer een item gemaakt voor iemand die dat deed en die ontwierp dat. Je bedoelt bij Counter Strike of uh, nee bij nee bij Forza. Forza. Oké, okay, nou, ja, je hebt het bij Diablo volgens mij ook ja. eventjes gehad. En dat hebben ze toen weer eruit gehaald. Die hadden ook een soort marketplace. En die is toen eerst kwam die en toen was hij weer weg. Nou, er is natuurlijk, ja, een zwarte bekend dat er gewoon een zwarte markt is. Dan dat je daar omdat, omdat nog steeds die handelaren, die zwarte handelaren, die weten dat ze er geld voor kunnen verdienen. Omdat het nog steeds die waarde maar die vasthoudt. Maar die, die skins bij het ja. counter zijn ook echt belachelijke bedragen. Ja, is er een manier dan... om te verifiëren of, of, of zoiets een ding is? Want ik kan me niet voorstellen dat mensen nee, dat zo is. belachelijk veel geld neerleggen. Ja, het zal het vast in, al. Natuurlijk. maar ik zit er niet in. Dus ja, dat hetzelfde geldt met die Pokémon kaarten. Die gaat er ook voor, weet ik veel, ton over de kop of ja. miljoenen. Dat soort dingen. Ja, maar dus... dat, dat, is het, dat is het ding. Dat heeft, dat heeft die Monkeloid ook wel eens bij ons gezegd. Nou, heel veel fake en, en namaken. Nee, en ab, absoluut. En... Um, Kijk, wat ik het mooie vind aan deze, of mooie, het interessante aan het hele NFT gebeuren, is dat het, uh, het staat, het, het, het geeft eigenlijk aan waar de gamesindustrie in 2022 mee bezig was. Zoeken van, waar kan ik geld verdienen? Waar kan ik geld verdienen? En NFT, oh fuck, ja, boom. En dan gingen ze er allemaal in, ja. zonder na te denken wat je ermee kunt, wat het principe erachter is. Ja, het, was, het was hype word op dat moment. Extra, dan kreeg je opeens, de eerste was Ubisoft volgens mij, nou niet misschien, extra Echt de eerste, maar weet je nog die skulls die ze hadden in Ghost Recon? Weet je, er zijn ja. er, ik noem maar wat, acht van verkocht. Weet je, het was binnen het no time niks meer waard, omdat die game niemand meer speelde. En al die ze werden allemaal verguisd ook, hè? Allemaal ja, en, en binnen no time uh, was het weg. Uh, uh, ik, ik, ik heb zelden, zelfs 3D gaming duurde nog langer. Dan die NFT shit. Nou, uh. kijk, ik, ik, denk, ik denk meer. Um, kijk, ze hadden geen idee wat ze ermee moesten doen. Het was nee. een ontzettend hype uh, woord. En ze werden op een gegeven moment ook verguisd. Dus ze hebben ook heel snel af, afstand van gedaan. Dus dat is allemaal PR. En het feit dat ze het adopteerden was ook PR. Ja, net tussen, wat, dus. Want op het moment, kijk, Ghost Recon was hartstikke dood. Ja. Maar zodra jij misschien een wortel voorhaalt met. Uh, wij gaan NFT's beginnen. Ja. Jij kan er geld afdienen. Oh, dan pik toch misschien die guy die, die in het verleden Ghost Recon heeft gespeeld. pik er dan misschien ook wel weer op. Maar. maar dat geeft toch alleen maar aan dat de macht bij de triple eh, A, ja, bij de grote studio's, niet meer in handen is van de developers. maar van de door ons altijd zo uh, betitelde spreadsheet maffia, de, de managers. Oh ja, 100%. En dat is wel pijnlijk te zien. En dat gaan we dit hele jaar een beetje terugzien. Al die. Het, het draait steeds meer om. hoe waar kunnen we nog meer geld verdienen? En. Ik, het geldprobleem, gel, geld verdienen, geld uitgeven aan games is geen probleem. Als het vet is. Maar ze geven je niks, als het ware. En de nee. was echt letterlijk niks. Precies. Nee, maar ik denk ook dat het uh, onderdeel is van iets groters. En dat is namelijk dat we in die coronaperiode... die uh, aandelenkoersen van die bedrijven mm -hmm. uh, echt bijna hebben zien verdubbelen. Ja. En dat um, ja, die financiële... Um, Managers op een gegeven moment voor de uitdaging stonden. Oké, okay, wat kunnen we nu nog aan waarde toevoegen <laughs> ja. om dit door te zetten? Ja. En de realiteit ja. is, die die waarderingen waren onrealistisch. realistisch. En als je daar bovenop nog meer Um, groei wil projecteren, weet je want ja. Het gaat niet om werkelijk behaalde groei, maar het gaat om een soort van projectie naar de toekomst. Ja, dan moet je dus met de meest krankzinnige onzin komen, en dat is waar die hele NFT-shit vandaan kwam. Het ging er niet over dat dat wel of niet werkte, het ging erover dat ze er een soort business case aan konden hangen, wat een soort van gigantische groei voorspelde. Hetzelfde zag je met die metaverse uh, bullshit. Mm -hmm. Er is geen hond die daarin geïnteresseerd is, geen gamer die een fuck geeft om de metaverse of om virtual reality, maar het. Het was een prachtige business case om allerlei soort van vermeende groei aan op te hangen. Waardoor je die aandelenkoersen eventueel zou kunnen opjagen. Ja. Gedurende het jaar zagen we dat het niet werkte. Dat uh, investeerders er doorheen hebben geprikt. Maar, en zoiets hadden van nee, fuck dit. En toen zag je ook die correctie was hoe hard. Krijgen, hoe krijgen we die rot eruit? Want dat, dat valt en staat bij gewoon managers die worden afgerekend op kwartaalresultaten. Weet je wel, de waarde creëren maakt niet uit. Het gaat gewoon om de, 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 de aandeelprijs omhoog krijgen. Ja, en en hij is over ja. drie maanden, half jaar, jaar weg. Maar, Ieder, Ieder, maar is dat is de hoe de rot eruit gaat. De rot gaat uit een bubbel door de bubbel te laten leeglopen. Ja. En um, dat is wat je nu ook ziet. Weet maar, de, je? Maar, maar zijn vervanger heeft precies dezelfde incentive als hij. En dan is het ja. niet NFT, maar dan, dan is het uh, maar, maar, iets anders. Maar Omdat dat, het groter is dan het bedrijf. Exact. Het, het gaat om de hele economie. En ja. het gaat over de rol van met name de dollar. De euro uh, misschien ook een beetje, maar voornamelijk de dollar. En zo... Kijk, omdat iedereen toegang had tot nagenoeg gratis geld. Hè. Ik bedoel, grote bedrijven zoals Microsoft en Activision EA, die hadden toegang tot financiering tegen 0% rente of zelfs negatieve rente. Mm -hmm. Dat betekent dat je miljarden kunt lenen. Gratis. Je krijgt geld op toe. En daar mm -hmm. konden ze overnames mee doen. En dat betekent dat alleen dat voor een soort van speculatieve bubbel leidde. Dat iedereen zoiets had van ja, maar de deze partij wordt de volgende. En op die aandelen. Weet je. Uh, uh, hoe heet dat dat platform waarop je games kunt maken um, wat zo groot is geworden, waar die, uh... Unity Unity inderdaad, ja, ook zo'n goed voorbeeld, weet je dat echt soort van met, met speculatie op speculatie, die die koers gingen door het dak, ja en hoe gaat de rot eruit doordat het gewoon dat zo'n businessmodel in aanvaring komt met de realiteit mm -hmm. en de realiteit is gewoon van, luister jullie zitten gewoon jullie zijn gewoon hebben een, te maken, we hebben hier te maken met een waardering die vele malen boven het, het, het door de markt geaccepteerde multiple is. En dat, dat moet stoppen, dat moet eruit. Nou, dat is er nu uit aan het gaan. Dat is wat een market correctie is. Het probleem is natuurlijk dat die bedrijven nu zo groot zijn geworden dat ze die inkomsten ook nodig hebben. En die inkomsten die krijgen ze nu niet meer, ze kunnen het niet meer bijlenen. Uh, daarom hebben we dit jaar heel veel verkopen gezien, aankopen gezien van bedrijven die dan maar zich lieten opkopen omdat ze het zelf anders niet meer rondbreien. En ik vond, uh, Jim Ryan heeft daar ooit over gezegd. het, 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 het wat, wat Sony doet, hun, hun bedrijfsfilosofie, is van je maakt een game, die verkoop je dan hopelijk heel goed. Dat geld zorg je, ga, je, ga je in de volgende game stoppen, die je nog duurder maakt, zodat het nog beter wordt. In de hoop dat je dan nog meer gaat verkopen, waardoor je het geld weer kan gebruiken om een nog duurdere game te maken. Nog... En ze zitten nu aan een soort van plafond van, er wordt niet meer verkocht, sterker, er wordt minder verkocht. Maar ze zitten met een gigantische bedrijfsvoering achter zich. Ja. Um, en ja, die rot... Het ik bedoel, gamesbedrijven begonnen ooit gewoon met... bij wijze van spreken uh, 20 developers. En dan zat er één man bij die ook een beetje verstand had van marketing... en dan ook een beetje de sales deed. En nu zijn het, even omgekeerd, zijn het, hebben ze gewoon... gigantische sales- en PR-afdelingen met wat developers die die game maken. En die ja. gaan er allemaal uit. Ik vind, ja. ik vind een mooi voorbeeld afgelopen jaar uh, Amazon geweest. Uh, dus beginnend uh, in, in die coronaperiode, waarin je zag winkels waren dicht... dus Amazon ging als een trein. Ja. Dus dan zie je eigenlijk van, oké, okay, door een soort van uh, kunstmatigheid... Marktomstandigheden, namelijk ja. winkels zijn dicht. Zag je dat Amazon begon te groeien? Die aandelenkoersen stegen en Amazon is toen gegroeid van 600.000 medewerkers in Amerika naar 1,2 miljoen medewerkers. En uh, daar kwamen die, die, die checks bovenop, die mensen kregen uh, ja. om uit te geven. Nou, dat ging ook al uh, voor groot gang. Amazon, want de winkels waren dicht, ja. nou, dus 1,2 miljoen medewerkers. Nu zie je weer dat die een correctie krijgt: dat ja. Amazon weer terugkeert naar een gezonde bedrijfsvoering. Dat betekent dat er 600.000 medewerkers zometeen op straat komen te staan, want dat is de, hoe de rot eruit gaat. Dat is hoe die correctie eruit ziet. Nou, jij ja, omschrijft ondertussen, ondertussen is wel het halve mkb dan uh, kapot en zij zij Pleiten dat, zij pleiten dan ook nog voor minimumloon, want dat is ook nog eens een hot topic daar. Omdat ze zij robots hebben. <laughs> omdat zij fucking robots hebben. Ja, dus als je je afvraagt waarom ga, gaat Amazon Jeff Bezos pleiten, Jeff Bezos dan niet meer, maar voor minimumloon. Ja. Is omdat de kleine fucking winkels daar last van hebben. Zij niet meer. Ja, mm -hmm. zij kunnen, die kleine winkels kunnen geen robots betalen. Maar hetzelfde is op een bepaalde manier in de gamesindustrie aan de hand. Kijk, door die, door die rare lockdown periode zag je een gigantische groei in die gamesindustrie. Dat vertaalt zich naar meer omzet, naar hogere aandelenkoersen. En daar is personeelsbeleid op gevoerd. Dat betekent. Dat gewoon die bedrijven zijn gegroeid. Nou, nu gaan we de correctie krijgen en dat betekent dat al die afdelingen gaan eruit. Ja. Dus die, niet alleen de mensen die aan zijn genomen gaan eruit, maar ook uh, al het vet wordt van de botten gesneden. Weet je? En nou, dat, dat zien we hier al jaren, toch? Ik bedoel, ik kijk met alle lokale uh, offices. Ja, maar dat is weer wat anders. Dat heeft te maken met een soort van centralisatie van al die marketingplannen. Dus al die marketing, lokale marketing verdwenen, weet ja. je, uitbesteed aan uh, uh, PR advertising, algoritmes en PR-bureaus die, die nog wat inkopen. Maar Dus, dus hier zag je al, van, er is niet zoveel. En er, er gaat nog, ik bedoel, ik weet zeker dat het Sony uh, kantoor gaat sluiten. Uh, um, nou goed, er zijn er nog wel meer, weet je, Van ik zoiets heb van, nou, het is vet dat het nog bestaat, bij de gratie van het feit dat ze een x-aantal markten bedienen vanuit Nederland misschien. Uh, maar als er meer dan drie, vier medewerkers op zo'n lokaal kantoor zitten, dan zijn de kosten eigenlijk niet meer te verantwoorden. Dus je gaat dat allemaal zien verdwijnen. En dat. Ja, dat gaat internationaal gaat dat gebeuren, lokaal gaat dat gebeuren. Die bedrijven gaan allemaal veranderen. Ook nog eens een keertje, omdat we zien gewoon een beweging naar die gecentraliseerde platformen zoals Game Pass bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ja, ja waarom zijn nog, nog een marketing druk. doen ja. als je inkomstenmodel Game Pass is? Maakt en het probleem eruit? is natuurlijk dat twee jaar lang ging het alleen maar omhoog, omhoog. En in plaats iedereen kon aanzien van oké, okay, als dat stopt met die lockdown, uh, dan gaan mensen gewoon weer een normale leven oppakken. Dan gaan we gewoon weer terug naar de voor lockdown periode maar zo werkt dat niet bij aan de houders, want je moet nog meer, ja. je moet altijd meer, meer, meer en, en ze, ze lopen daar gewoon, ze zetten zichzelf helemaal klem. In plaats dat ze gewoon zeggen, nou we gaan niet meer maken, we gaan gewoon minder maken, uh, neem er maar genoeg mee. Ja, dat kun je dus niet vooral ook nou ja, niet dat... omdat je hun bo je bonus raak je kwijt al dat soort zit er zit allemaal soort in incentives bij de incentive is niet langer meer een hele vette game maken daar trots op zijn de incentive is uh, bonus halen uh, je aandeelkoers moet omhoog. Nou, en, en die, die die krankzinnige shit krijgen we gewoon omdat het steeds duurder wordt om games te maken en ja. dat, daardoor wordt het meer risico meer risico voor meer risico voor nou dat risico probeer je af te dekken door de meest krankzinnige dingen te bedenken qua monetization en en, en ook gewoon games uitbrengen ook al zijn ze niet af we, nee. we hebben nu toch de afgelopen jaren. Nee, ja. Hoeveel topgames hebben we wel niet gezien die bij launch gewoon daardoor niet af waren? Dus de kwaliteit leidt er ook nog eens onder. Zeker. Ja. Ja, absoluut. Nee, ik vind wel, je kunt niet iedereen over een kam scheren. Nee. Weet je, ik vind namelijk toch dat, uh, en dat, 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 dat zei ik vorig jaar, of misschien was het jaar daarvoor, ik ben nog een keertje bij BNR ben geweest om daarover te praten. Uh, Nintendo is gewoon de grote uitzondering. Uh -huh. Nintendo nou, is niet een bedrijf die krankzinnige forecasts doet. Heel erg ook, gebaseerd op hun reëel behaalde omzetten. Wij, wij hadden het daar net nog over in de, in de 2022 en 22 stellingen. En, um, en dat, dat is ook een beetje. Door die rare constructie hoor, die ze hebben met de Pokémon Company. Hmm. Maar de Pokémon Company heeft gewoon nu al dit jaar drie games uitgegeven. Ja, die, kut waarbij ja, ja. Ja, die echt kut zijn. Maar bij ja. die laatste die gewoon niet af is. De, die, maar dat, die... is, dat is een raar verhaal, helemaal eens. Maar ik denk toch dat dat. Dat zegt eigenlijk niet zo Dat zegt eigenlijk meer over de rare situatie die ontstaat over die Pokémon Company en de relatie met Nintendo. Maar Nintendo zelf doet dat niet echt. Nee, nee, nee wat, dat, dat wou ik zeggen. Er staat een schaal contrast met de bedrijfsvoering bij Nintendo, waar, waar kwaliteitscontrole echt nummer één is. Ik bedoel, ze schrappen niet voor niks ook Metro Prime 4 gewoon mm -hmm. volledig en bouwen ze opnieuw. doen ze ook niet moeilijk over. En dan bij Pokémon, meest waardevolle media franchise aller tijden. Toch deze scheid. En ja, is, is dat, bedrijf, is dat ja. nou vermoeidheid van ja, weet je, we kunnen maar dat is gewoon niet. Nee, we Nintendo. kunnen drie keer beter maken, maar het verkoopt niet drie keer zo goed. Omdat dat dat ga je krijgen. Dat is gewoon de dynamiek van. luister, het moet gewoon er moet gewoon omzet gegenereerd worden. Die game moet gewoon uit. Ja. En het wordt gewoon uitgetrapt. Het maakt niet meer uit of dat. En dit is de best verkopende Pokémon-game ever. Ja, dat is het. Ik zeggen dat het beleid wordt, ge, uh, wordt uh, beloond. Ja, dat is, dat is helemaal Maar ik moet je wel zeggen: kijk, je moet ook naar die aandelenkoersen kijken vanuit het licht van inflatie. Dus als jij een rendement hebt op die koersen van, weet ik veel, 5, 6 procent per jaar, mm -hmm. uh, dat is. Dat was vroeger heel goed. Maar als je 10% inflatie hebt, of 14%, wat we fucking hier in Nederland hebben, ja, dan is een rendement van 6%, dat is niks. Dat is gewoon je geld verdampt waar je bij staat. Nee. En dat is het vervelende. Dat je dus in die aanstormende crisis ook nog eens een keer een soort soort kapitaal hebt, wat in paniek raakt. Nou, die gaan niet meer diepte investeringen voor de toekomst doen. Nee, die gaan vluchten naar alles wat maar een klein beetje maar zekerheid voor geeft. Veel wordt ook verbloemd uh, door, door nu op omzet te, te letten in plaats van volume. Want we, we zitten, ik weet niet of je dat nog hebt gelezen, de afgelopen Black Friday zitten we ons op de borst te kloppen. Het meest uh, grote Black Friday aller tijden. En het was met 4, 5 gestegen of zo. Ja. Terwijl de inflatie, 14, zoals je misschien zelf al zegt, dus volume qua volume is het afgenomen qua omzet is het misschien gestegen maar die qua volume snap afgenomen. ik niet allemaal nou, omdat om er wordt meer uitgegeven omdat de om dat, ja omdat, de omdat, goederen, omdat, duurder omdat duurder zijn. goederen duurder zijn oh, op die manier ja, ja ja inderdaad ja en dat er misschien meer wordt ja, dat, worden, dat echt, is natuurlijk ja. marketing ik bedoel het ja. is spinnen ik bedoel altijd en als je ja, maar ze ik niks bedoel daarmee proberen we een, een positief ja. uitzicht van onze economie en de maatschappij uh, ja. de, de, de nee, te creëren wat er niet is is het dan misschien dat Nintendo omdat het misschien een aziatisch bedrijf is die zijn over het algemeen wat Rustiger, uh, zij doen ook niet zoveel beloftes. Zij, zij, zij maken gewoon een games. Ze komen met een hardware. Ze zeggen niet van, zoals Xbox, ik wil 2 miljard gamers gaan bereiken. Ze zeggen niet zoals Playstation, van we zijn er voor de gamers en uh, uh, de, de PlayStation 5 al meteen zeggen het moet. Het, het gaat meer, we gaan meer verkopen dan dit. En Nintendo die, die brengt gewoon zijn games uit uh, en dan zien ze wel waar het schip strandt. En als het schip strandt, zoals bij uh, de Wii U, ja, dan gaan ze hem recht trekken. Wat minder, wat minder blufferig, wat ook niet zo. Ze zijn ook niet heel erg bezig met die PR-wat je tussen Microsoft en Sony heel erg heeft of andere bedrijven. En die strijd, zij strijden en ze doen hun ja. eigen ding. Dat is absoluut Hoe wel... waar. Ik heb bijna zelden, bedoel ik wil, ik, mensen zeggen waarom heb je het nooit over Nintendo? Omdat die gasten nooit quotes geven. Ze zeggen gewoon niet zoveel. Nee. Eén keer per jaar, twee keer per jaar hebben ze zo'n aandeelhoudersvergadering. Dan zegt die man wat algemene bla bla. That's it. Net zoals over de 4K Switch. Wanneer komt die? Wanneer komt die? Nou. Niet. Hij komt als die klaar is. Nou, ja. Ik, zou, ik ja. zou willen dat ze wat doen aan, de, aan hun abominabele kwaliteit van hun controllers. Ja. Uh, weet je, ik heb die dingen al nou een paar keer uh, helemaal omgeruild, zelfs. Uh, dingen gingen stuk, gaan weer stuk, zijn weer stuk. Um, ja, het is gewoon heel de kwaliteit is gewoon heel ja. slecht. Goed, um, vrij snel, uh, op 11.11 11 of elf 11, hebben we het namelijk ook gehad over het einde van de E3. Toen werd namelijk hm. aangekondigd dat uh, er geen offline versie zou komen. En vrij snel daarna werd ook aangekondigd dat er geen online versie Helemaal was een geen E3. Niks. Nul, dit jaar uh, gaan we weer een E3 krijgen. Dan met Read uh, Pop, die uh, dat gaat organiseren. Het is wel het wordt een iets ander model. het wordt een beetje gescheiden, zeg maar. Je media. Een beetje gamescom-achtig. Dat is wat je gaat krijgen. Hm. Um, ja, hoe pijnlijk was dit? Het was pijnlijk dat ze die gifbeker hebben leeggedronken. Ja. Weet je, um, niet veel mensen weten dat, maar we hebben een hele goede relatie met Rietpop. En um, uh, we hebben zelfs een keer uh, intensief ja. samengewerkt met First de, Look. Ja, met First Look en de Comic Con. Um, we zijn meerdere keren naar evenementen van hun geweest. Comic Con New York zijn we een keertje geweest. Uh, Pax East zijn we een keertje geweest. Uh, de directie van Reed Pop is ook in Nederland ook op First Look ja. geweest. We kennen die mensen gewoon heel goed. En uh, wij zijn ook een keertje samen met hun naar de E3 geweest. En toen hebben we daar over die beurs gelopen. En toen hadden we het over wat is de toekomst van dit soort evenementen. En toen hebben we, um, eigenlijk toen werd al duidelijk hoe die bedrijven zich tot elkaar verhouden. Weet je, je had die, die moloch van, uh, van, die, van die Electronic Entertainment Expo die daar stond. Weet je, die organisatie van al die samenwerkende uitgevers die eigenlijk een pleurishakel kwam elkaar hadden, maar ook niet zonder elkaar konden. En die zaten in die veel te duur geproduceerde shit wat de E3 was... En daar en je zag gewoon dat... Uh, Ruud Pop had toen net... Uh, Penny Arcade Expo overgenomen met Pax. En dat, uh, weet je, dat was een hele kleine fan-based uh, community evenement. En uh, Seattle volgens mij was de eerste georganiseerd. En dat, um, uh, dat is uitgebouwd tot echt een hele grote brand. En daarbij had ik zoiets van... Ja, weet je, dat is echt uh, bottom-up vanuit de community. Dat is wat mensen willen. Mm -hmm. uh, niet een uh, soort van stance van twee, drie miljoen dollar waar je uh, soort van uh, op de lijst moet staan om naar binnen te komen, maar gewoon bewijs van spreken, tafeltjes, goedkope boevers, uh, veel indie games, veel spelen, veel verschillende dingen, heel hands on met de developers samen met de community. Nou, dat maakt gewoon zin. Dat is gewoon heel sterk en ook gewoon een feestje. Dus er zat ook dat Comic-Con-achtige community uh, aspect zat in die pax evenementen. Ja. En toen hadden ze en dit is, ik denk dat, dat was Misschien niet eens mijn laatste E3 dat ik erbij was. Ik ben al een paar jaar niet meer geweest. En uh, toen was ik daar samen met, uh, met Even, en toen zeiden ze al van ja, weet je, dit, is, dit model is afgelopen, het is dood. Mm -hmm. En daarom ben ik ook verbaasd dat ze het over hebben gekomen. Niet omdat ze uh, het nodig hebben, in de zin wat ze gedaan hebben, is gewoon. Ze hebben hun gedoodverfde concurrent gewoon uitgeschakeld nu. Ze mm -hmm. hebben het overgenomen. Het zou me ook niet verbazen als ze iets proberen en dan de stekker eruit trekken. Gewoon zodat het dood is. Um, en zodat ze verder kunnen Zouden gaan. Met ze niet gewoon... ja, Die brand Goed. is wel heel groot hoor. Dat, dat denk ik ook. Ik bedoel, ik ja. kan me ook voorstellen dat ze er wel iets van. Maar ja, je moet wel iets verzinnen wat anders is. Ik bedoel, kijk, dan kijk, kijk hoeveel jaar op rij de E3 teleurstellend is. Mm -hmm. En het is nog steeds het grootste feestje van het jaar. Jeff Kelly probeert dat ook ook al ja. nu al drie vier jaar. Ja, en dat te lukt te niet. Dat is interessant. Ja. Hè? Maar dat is dat echt, niet ja. binnen onze bubbel? Ik heb hmm. ik heb ik heb wel het idee dat 10, 15 jaar terug iedereen het over de e3 had. Dat was ook op de televisie en dat soort dingen. En als je vandaag de dag de gemiddelde middelbare school gaat, die je vraagt wat is de e3? Maar ja, als je het hebt over bubbel, ik bedoel, kijk ja. kijk onze media, kijk kijk onze eigen website. Waar nee, ligt altijd waar ligt altijd nee, de piek? Maar wij zijn old school ja, en wij hebben de... een oudere doelgroep. Dus en de piek lag niet in de E3 van de content van de E3, de E3, de piek alles lag in alles wat we eromheen deden ja. en de reis naar Amerika. En hetzelfde zag je op een gegeven moment toen wij naar de Taipei Game Show gingen, waar geen hond in Nederland ooit van gehoord had. Dat waren onze best bekeken items dat mm -hmm. jaar. Sterker ja. nog, de, de uh, Vietnam Game Expo die ja. uiteindelijk niet eens doorging, was uh, ook ons best bekeken item ja. dat jaar. Maar toch. En dat zijn Game kijkers. Ja. En E3 uh, Taipei brengt altijd het publiek bij ons. Ja, je nou, staat op nu.nl, nu? staat op een soort alle van hardcore, game -news, Alle ja. hardcore gamers. Maar als je kijkt naar grote gebeurtenissen qua uh, game aankondigingen, dat soort dingen, daar hebben wij het vaak over de E3 of de Tokyo Game Show. Dan denk ik, als je kijkt naar aantallen, wat er in Fortnite bijvoorbeeld gebeurt, als er ja. weer iets nieuws, een nieuw seizoen nee, begint nee, met een opt... 100%, nee, Maar, maar wanneer, dat, hebben, wanneer, ja. wanneer hebben wij 8.000, 10.000 kijkers live? Absoluut. Nee, en, maar dat is ook nostalgie. Ik bedoel, zijn er geen dingen waarvan jij denkt van, oh, dat was vroeger altijd zo vet, dat zou ik wel weer terug willen. Ik bedoel, dat is het ook. Het is, het, kijk, het is het WK voetbal. Ik, ik ben het, het is heel, gewoon dat. Het ja. is Brazilië, Argentinië op een WK versus een oefenwedstrijd in. Uh, weet je, daar kijkt ook. Maar het was dat, wel een hele laffe versie geworden. En ik ben heel benieuwd naar. Uh, en Absoluut. Ik wil ook heel graag weer proberen om uh, met een team uh, naar uh, naar uh, naar e naar de E3 te gaan om te kijken wat het is. Maar er is gewoon een hele grote kans dat het niet meer is wat het ooit was. Wat, en zelfs ReadPop... dat hij het niet meer voor elkaar krijgt... om die grote aankondigingen daar te doen. Dat, dat Omdat het allemaal gestreamd vragen. kan worden. Nou ja, wat, ik wat, denk, wat, wat is ReadPop's visie nu, denk je? Ik bedoel, we moeten gissen natuurlijk. Van, nee, van, het is dit community. ReadPop is, ja, is community. Zij community, doen ja. community evenement Zij gaan van de E3 een community evenement maken. En ik denk dat je in best case... Uh, krijg je een Tokyo Game Show... slash uh, Gamescom-achtig concept... Mm -hmm. met gewoon... Veel gewone bezoekers mm -hmm. en een afgeschermd persgedeelte. Ja, dat hebben ze en, ook aangekondigd. Ja, en Gamescom is gewoon een prachtig voorbeeld van hoe dat eruit gaat zien. Mijn probleem is dat uh, ik denk dat de venue te duur is en de productie te duur is ja. om een uh, read-pop aanpak te doen. Kijk, in de Gamescom heeft een massa dat ze alle Europese budgetten samen hebben gevoegd. Ja. In Amerika heb je nu al een ik, probleem... Dat wou ik vragen. Krijgen zij het voor elkaar? Voor al die partijen die, die, die de E3 zijn ontvlucht? Want PlayStation hmm. is de E3 ontvlucht. EA is de, play, is de E3 ontvlucht. Microsoft, want... Ja, Die gaat gewoon letter, letterlijk in een eigen theater daarna zitten. Ja. Weet je? Dat, dat kost ze bijna niks, nou ja. neem ik aan. is dus, zit uh, bij Palladium. Wat, wat dus zij natuurlijk mee kunnen, zouden mee kunnen spelen, is kunnen zeggen: van oké, okay, we sluiten niet een deal voor de E3. We sluiten een deal voor alles wat Re Pop doet. Precies. Dus gewoon een hele PAX-deal. Ja. ja, Dus PAX, je zit overal. Dat maakt, want, want dat dat maakt Sony, uh, staat wel op PAX. En ik geloof ook dat er veel gamepartijen op uh, San Diego kom. Ja, en New York. Wat kleiner inderdaad. Dus, het zo, het zo, de, dus uh, als er één partij was die dit nog kon, dan. Dan waren zij het. Uh, ik ben heel benieuwd, uh, juni het is alweer aangekondigd. De eerste dag is dus alleen media only. En vanaf dat moment hebben we twee gescheiden delen, net zoals in de Gamescom. Um, ik ben ook benieuwd wat er allemaal omheen nog gaat gebeuren. Ik bedoel, gaat Jeff Keighley rechtstreeks concurreren of die eieren voor zijn geld, denkt hij misschien moet gaan samenwerken. Dat nou, kan ik, ook. ik denk dat hij, de Jeff Key die behaalt wel als een sterker, denk ik. Want die heeft, ja, die, die, heeft nu, die, die heeft, nu de kans van zijn leven gehad, want ja. Kutter had het niet kunnen gaan. En ja. dit kan in één keer e3 weer terug op de op de kaart zetten. Ja, en, maar nou, hij kan het. Kijk, hij kan ik dat niet denk zeiden, dat nou. hij, eerlijk gezegd, wat hij met die Game Awards heeft gedaan. Dat is knap. En Summer ik... Game Fest. Ja, oké. Okay. Maar vooral de, ik vind vooral de Game Awards. Dat, dat, is echt, dat heeft impact gemaakt. Dat is slim. Maar die o, heeft vaak. hij nu geclaimd. Ja, de, dat, de, heeft, dat ja. segment heeft hij geclaimd. Ik vind niet dat hij uh, uh, een, een alternatief biedt voor de E3. Hij doet gewoon een livestream. En mm -hmm. dat is het rare. Dat je uh, op de E3 een, een Sony persconferentie... Dat is het moment waarop we 8000 live mm -hmm. kijkers hebben. Um, en toch, het draait om die content... Het feit dat het live is en toch het feit dat het een fysiek... Iets is op een fysieke locatie met publiek aanwezig, dat is de reden dat mensen kijken. En op het moment dat het publiek weggaat, weg je neemt gewoon de Angel eruit. Je neemt de judra eruit. Alsof je en... naar een voetbalwedstrijd zit te kijken op het WK zonder publiek. Nou, en wat je zegt, het is een WK, want je leeft er naartoe. En ja. dat is hetgeen wat ik, wat ik ook af en toe een beetje uh, verschrikkelijk vind. Nou, een PlayStation doet dat bijvoorbeeld heel vaak. In één keer twee weken van tevoren konden, konden ze een state of play aan. Ja. ja, cool. dat werkt misschien een beetje voor je online uh, video of je stream of whatever. Maar een E3, dan gaan mensen al vanaf januari. gaan ze, gaan ze, gaan ze voorspellingen doen. leven ze er naartoe. Wat gaat er gebeuren? Feestjes worden? organiseren met elkaar. Gaat er kijken? nieuwe hardware zijn? Feestjes ja. organiseren. Ja. Dat kan allemaal niet in twee weken tijd. Nee. Gaan we even uh, door. Um, we gaan naar, en dan moet ik even kijken wat was de datum. Het was 25 januari. Dat, ik, ik dacht serieus dat, dat die aankoop van Activision Blizzard al in 2021 <laughs> was. Maar het is best, het is best nog wel uh, dichtbij. Toen leefde dit hele verhaal nog niet hoor. Want we hebben het er één keer over gehad: spectaculaire aankoop. Nou, poe, ja. poe, poe. Uh, toen, dan zie je dat we hier een kleine maand. Nee, je hebt geen twee, woord aan gelogen. Tijd voor een goede discussie. Ja, nou, precies. Die heb je gehad. Inderdaad, twee, drie weken later hebben we het over wat zal de toekomst dan van Call of Duty zijn. Ik bedoel, iedereen voelde natuurlijk nattigheid van, oh de ja. fuck, als Call of Duty gaan ze, hè, gaan ze toch niet uh, 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 exclusief doen? En toen bleef het daarna eigenlijk uh, een beetje uh, stil. Um, deze vind ik ook heel erg leuk. Google Einde. Google Stadia nabij. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Uh, kans was echt de, de last of de Mohiko, die heeft er altijd volgehouden. Nee, van edit, uh... nee, 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 nee. Ik zei, de, de techniek. En zeker ook, uh, ik slaat Staat bijvoorbeeld nog, ook steeds. De techniek is prima. Google Stadia, ten dode opgeschreven, want ten eerste, zij begrepen de gaming community niet. De tweede, ze hebben dat ook echt om. Dat 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 zijn die onbegrijpelijke dingen bij Google. Die, maar jij was die een doen... fan van die shit. Je, je hebt dat als enige heb je dat gekregen en je was zo enthousiast erover toen dat uitkwam. Je vond het product vet, je vond uh, die controller tof en hoe het werkte. Ja, uh, de techniek perfect. En ik denk dat dat qua werk hoe het werkte is nog onovertroffen geweest. Ik staat is nu wel verbeterd, komt erbij in de buurt, maar. Ten eerste, het businessmodel klopte voor geen ene meter, want mm -hmm. niemand wist wat het nu was. Was het nu de Netflix van gaming? Nee, dat was het niet. Je moest Volledige games moest je betalen, maar dan moest je nog steeds een abonnement hebben om het in een bepaalde kwaliteit te kunnen streamen. Dat klopte voor geen meter, maar vervolgens hebben ze hebben die miljarden investeringen gedaan om die infrastructuur op te zetten en geen promotie... Hoe weet je dat? Ze hebben helemaal geen miljarden geïnvesteerd, man. Shit. Dat... dat dat is toch logisch? Nee, ze hebben hun eigen streamingplatformen. Die hadden ze allemaal. Dat is gewoon wat, waar Google ja, goed in is. <laughs> dat moet je nog wel hebben. Die ook die games kan, kan draaien en dergelijke. Volgens mij maar, heeft okay. dat, dat heeft jij, echt zo van. Jij, jij denkt dat er geen miljarden-investering is geweest? Ik denk wel. Maar wat een feit is, ze hebben het geen enkele push gegeven. Echt geen enkele push gegeven. Maar daarmee zeg je al van: als ze miljarden hadden geïnvesteerd, hadden ze het gewoon push gegeven. Nee, dat hebben ze vaker gedaan met, met Google-producten. Ja. ja. Hmm. Nou, ik, denk Pixelproducten. Dat het, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo heel duur was. En dat het gewoon een soort van businessmodel is gebaseerd op het feit dat ze al die infrastructuur hebben. Ik bedoel, Google heeft bijna in elk land hebben ze datacenters staan. Ja. Um, maar de, deze service, die killen ze niet. Dit gaan ze nu uitrollen voor derde partijen en dergelijke. Dat hebben ze ook aangegeven. Ja, en dat is ook wat Amazon doet. Want die hebben bijvoorbeeld ook, uh, of, of Microsoft ook, weet je, Sony, uh, Sony's hele online platform, yep. voor PlayStation draait op uh, Microsoft Azure. Microsoft Azure. Yep. Dus dan, dan zie je gewoon van ja, weet je, er is absoluut wel vraag naar dat soort diensten. Mm -hmm. Een paar grote partijen die maken de diensten. Maar je hebt inderdaad Google, Amazon en Microsoft die met Zou het elkaar een, het uh, een proef. Zijn. Gewoon. Ik zeg van oké, okay, we moeten dit gewoon gaan testen. Laten we het gewoon zelf testen. Zodat we weten dat het werkt en dat dat eigenlijk de hoofddoel niet eens was... om een eigen platform echt in de markt te zetten. Achteraf gezien zou je dat misschien kunnen zeggen, ja. Ja, ja het, het klopt in ieder geval nooit van ja, geen het, kant. Uh, het, het businessmodel uh, klopt er niet. En, en heel eerlijk, gewoon het ecosysteem is inferieur. Want waarom zou je, ja, ja, puur als je ja, kijkt ja, ja. naar xCloud en Xbox, dat ecosysteem... waarom zou je ooit, maar dan ook ooit voor Stadia kiezen ten opzichte van xCloud? Maar dat, dat maakt het juist voor zo'n groot bedrijf zo ontzettend dom. Qua... Het is niet dom. Ik denk dat het een andere manier ja. van kijken is naar die shit. Weet je, en ze, ja. ze proberen gewoon wat. En inderdaad, wat koos ze. De techniek is Kool. bewezen nu wel voor hen. Ja, maar goed, ook dat vind ik eigenlijk het grote nieuws. Dat streaming is gearriveerd. Mm -hmm. Weet je, wat we al jarenlang zien we daar al. Weet je, zien we dat aankomen en aangekondigd worden. En het is de toekomst, en bladibla. En in het begin was het online. Vaak en kut, weet ja. je. werkte ja. het soms op lage resolutie bij so een bepaald soort games. En nu zie je gewoon dat het voor de meeste games gewoon heel goed werkt. En uh, zie je het gewoon ingebakken in Game Pass en waarschijnlijk ook in PlayStation Plus. Maar is dat het, weet is niet, het, het zo? Nou, PlayStation Now zit nu, zit nu ja. bij de service Ja, een kleine ja. zijsprong daarin is wij hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar best wel vaak demonstraties... of hebben we previews gedaan, hè? Online. Dus dat we hier in de studio zaten... of, of gewoon op redactie of oh, thuis. Ja, 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 ja. Dat is toch ook streaming? Ja, dat is streaming. Ja, en dat ja, werkte ja. over het algemeen... Nee, dat 90% goed. Procent perfect. Ja. Weel, nou, af en toe hoor. zag je wel een klein beetje... Ja, dat, dat, en je en, ziet... en ze, beheer, ze houden alles in eigen beheer, ja. weet je wel? Dus ja, de code, code gaat niet de deur uit. Het nee. is een heel goed systeem. Ja, ja um, dan um, 9 maart. Even kijken. 3 is dat maart? 5, ja. Ja, ja, maart. Uh, PlayStation spartacus wat weet is u, dat Dat was dus de codenaam van het vernieuwde PlayStation Plus. Met de drie oh. tiers. <laughs> tires Ik vind dat tiers. Uh, de, ik weet niet hoe, de, hoe ze het voor elkaar krijgen. Maar zelfs ik, die echt een PlayStation gamer is, ik weet nog steeds niet hoe dat allemaal perfect in elkaar steekt en ik heb ook. Ja. Maar ik vind het raar. Jij bent echt uh, Ik heb gewoon nooit een PlayStation 5 gekocht. Omdat ik gewoon ergens gewoon heel erg chagrijnig ben over het feit hoe die uitrol <laughs> van het platform plaatsvindt. Uh, daarom ben ik ook wat kritischer naar PlayStation 2. Uh, en omdat Xbox uh, zo overduidelijk bewijst dat het werkt, ben ik wat positiever voor Xbox. Ik ben niet van nature een Xbox gamer ten opzichte van een PlayStation gamer. Um, maar ik vind wel... Dat uh, ik vind dat PlayStation nu zulke overduidelijke fouten aan het maken is bij het uitrollen van hun diensten. En PlayStation Plus. En uh, inderdaad, dat systeem met die. Waar we, waar Kijk, je Als je eigenlijk... een boekje erbij moet hebben om te weten welke, welke tier wat doet. Want ik weet het nu niet. Nee, dat kan ik zinnen. Het, ja, het is, het ingewikkeld, is ja. heel ingewikkeld. ja. En toch is het een soort standaard economisch dingetje van dat upsellen. Ik dus ja. of dat er een boek over is geschreven over hoe Starbucks dat gedaan heeft. Dat, het soort van het verschil in kosten tussen een kleine, een medium en een grote koffie, die is dat is nul, het maakt nog gelijk, het is wat meer water. Maar het, uh, omdat je niet weet wie je klant is, probeer je gewoon iedereen te cateren. En Iedereen ja. koopt toch wel die medium koffie. Dus, ja, wat ik interessant vind, is denk ik dat je, als je zo chronologisch een jaar doorloopt, zie je ook de, ik noem het dan maar even onzekerheid van PlayStation, van hoe gaan wij ons verhouden tot de toekomst. Gaming is aan het veranderen. Hè? Wij waren de koning van... game op een disc voor 70 euro... kocht je die en iedereen moest een Playstation hebben... want third party speelde die er ook Dat was ja. hun businessmodel. In één keer ja. Game Pass komt eraan. Oh, fuck. Helemaal anders. Uh, wij moeten iets doen... PlayStation Spartacus, want wij kunnen niet op dag 1 de launch game erop zetten, dus gaan we allerlei dingen verzinnen. Deze vond ik ook interessant. Kijk, ja, maar om naar de hen ja? even naar de simpelheid, daar ligt die kracht hem in. En, en ja, daarom vind ik het zo slim ook van Microsoft dat ze gewoon Xbox Live Gold hebben gekend. Weet je wel, fuck it. Je hebt Xbox Game, game Pass of je hebt het niet. Of je kan de game spelen of ja. je hebt het niet. That's it. Simpel. Ja, nee, maar dat is het ook. Maar om, omdat zij die simpelheid niet kunnen toepassen, omdat het. Problemen oplevert binnen hun bedrijfsvoering. Zij kunnen niet hun dag één launches uh, voor 15 of voor 14 euro of voor 10 euro in de markt zetten, omdat ze dan financieel kapot gaan. Nee, maar vind... Kijk, ik, ik, ja. heb, ik, ik heb de normale PlayStation Plus. Want ik heb, ik heb nooit geüpgraded of wat dan ook. Ik heb ja. de normale PlayStation... Ik heb toegang tot de PlayStation Plus collectie. Ja. Dat weet ik. Want ik kon er laatst nog eentje downloaden. En ik heb uh, iedere maand een gratis PlayStation Plus game. Ja. Dat heb ik. Maar um, als je extra hebt, heb je meer games. En als je volgens mij. De, ik weet niet eens wat de duurste tier is. Dat, dat is een krankzinnige kutnaamgeving ook gewoon. Weer platinum waarschijnlijk. Ik heb geen Spring, idee. Volgens mij. Uh, ja. dan, dan kan je nog meer games. Maar waarom die games wel, die games niet? Want ook bij de duurste krijg je niet First Party Day One releases. Nee, nee, dus nee, nee, nee. waarom die games wel, waarom die games niet? Dat is weird. En je wordt eerder geholpen om je PlayStation 5 terug te krijgen bij de, Ken, bij de dingen. Kennelijk. Ja. Ik heb het niet en ik heb er nou, drie maanden opgewacht. Dus. Deze vind ik dan ook interessant. 22 maart um, PlayStation heeft ook laten. Doe nieuw nieuwe tijd. Ja. Games as a Service. Microtransactions. Nou, ze maken allemaal singleplayer avonturen. Fantastische singleplayer avonturen. Ik bedoel, God of War is nog steeds een waanzinnige game. Ik heb hem nog niet gespeeld. Maar als ja, ik het begrijp... Nee, is waanzinnige een waanzinnige game. Waanzinnige game. Maar je kan er geen MT's in stoppen, weet je? Dat slaat helemaal nergens op. Dus zij missen nou, daar iets. Dus Ubisoft uh, de, laat zien dat het zeker kan. Nee, oké. Okay, en, en dus gingen ze uh, van: oké, okay, fuck. Je hoort opeens van: we moeten games en service. Ze gaan er nu 11 maken. Iedereen zegt dat is een fucking groot risico. Want het, het is niet zo makkelijk. Maar goed, dat zijn ze aan het doen. En één keer gingen ze Gran Turismo 7, wat een ja. bewezen hardware-seller is van de, de oude dagen. Ja. Gingen ze opeens kijken: oké, okay, en voor mijn gevoel, hoe ver kunnen we gaan met het, 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 het pushen van. Noem maar, maar even het IE-model binnen, binnen ja. je sportgame En het werd genadeloos afgezaagd. Nou, ik zou ik, 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 ik vind het echt schandalig. Ik vind het ja. echt schandalig. Want uh, ten eerste, we hebben uh, een hele console-generatie moeten wachten. Want de PlayStation 4 is niet uitgekomen. Een, een volwaardige Gran Turismo-game. We hebben een hele console-generatie op moeten wachten. Nu is hij er eindelijk. Ik ben er een enorm fan van. De, de race. Uh, ...gameplay? Fantastisch. Dus ja. daar, daar hebben developers... Met, beter dan met, Formule 1? Ja, ja, ja. Veel beter. Die hebben daar met, met passie aan gewerkt. Het is een ja. geweldige game. En dan, ik ben een, uh, 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 iemand die deze game... ...echt iedere week speelt. Mm -hmm. Uren. En dan heb ik er 110 uur in zitten. Mm -hmm. En de duurste auto in deze game... ...volgens mij op dit moment is iets van... ...in de 20 miljoen. De duurste auto. Maar dat mm -hmm. is niet eentje. Er zijn er meerdere van. Mm -hmm. Ik heb nu na 110 uur spelen... ...heb ik voor... Volgens mij 24 miljoen aan credits verdient. Nou, dus je kan nu die auto kopen. Nee, nee, want om überhaupt daar te komen, oh, heb 110. ik al heel veel uh, shit moet uitgeven. Ja, daarom inderdaad. Je ja. moet 550 uur moet je dus. Ja, het is een hele rare grind. En, en, en dat was, dat is... Nee, het is niet een rare grind. Het is een hele logische grind, want ze willen dat ik mijn creditcard trek. Ja, nee, dat gaat. je en... auto om te kopen? De, de, de 23 miljoen. En dat is volgens mij, als ik me niet vergist. Is dat, uh, dat is meer dan 20 euro? Misschien zelfs 100 piek of zo. Maar ja, dat durf dat ik niet is te zeggen. Insane. Echt in zijn. Maar goed, ik kan me ook maar voorstellen dat, niet dat mensen met daar toch? zagreinig van worden. Ik zou daar ook van worden. Je betaalt gewoon fucking wat is het, 70 euro voor ja. een game. En dan kun je ja. vervolgens nog de, de auto's die je nodig hebt om met te racen, die kan je ook nog een keer kopen. Maar sterker fucking nog, als insane. ik niet mijn creditcard trek. Heb ik nu na 110 uur spelen, kan ik nog steeds die auto niet kopen. Ja. Nog 110 uur, ja, ja maar dan, je, je, en, en dat is beginnen, 110 natuurlijk. uur als, als, als ik niks anders in de game dat is had twee gedaan. weken, drie weken, uh, ja. het, het is insane. En uh, het, het, uh, zoals daarna kwam onmiddellijk de mededeling die we dit jaar echt een keer of twintig hebben gehoord bij verschillende games uh, ook. Community, we hebben jullie gehoord. We wisten niet, uh, we hadden niet gedacht dat dit, dit en dat het zo'n probleem ja. oplevert, en dan passen ze het een beetje aan. Maar voor mij is dit gewoon. PlayStation, die gewoon een probleem heeft met de funding van hun bedrijf op deze manier. Uh, de ouderwetse manier. Die zien, het gaat allemaal veranderen. Waar moeten we het geld vandaan halen? We gaan dit proberen. We gaan da nou, en dat doen we op zo'n schoftige dit, manier. Dit is het verschil tussen Pokémon fans en Gran Turismo fans. Pokémon fans die, 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 die accepteren dat blind ja. en Gran Turismo fans niet. Nee. En ja. dus heeft deze game ook beduidend wat minder verkocht dan het vorige deel. Dat is wel uh, jammer. Uh, gaan we naar een bedrijf, uh, een publisher, wat ook dit jaar best wel in problemen zat, een beetje. En dat is natuurlijk Ubisoft. Want uh, zo rond 5, uh, ja, dat is, even kijken, dat is mei, kwam toch veel in het nieuws dat Ubisoft te koop zou staan aankoop, ja, een bedrijf was wat uh, mogelijk aangekocht kan worden. Nou, toen kwam Tencent, is er in de buurt gekomen. Die heeft dan weer geïnvesteerd in de familie Guillemot, omdat uh, je als Chinees bedrijf niet rechtstreeks zomaar aandelen kunt komen. Uiteindelijk is Ubisoft nog steeds in handen van, uh, nou, in ieder geval niet van een, een andere partij. Uh, we hebben het hier zelf ook over spe zitten speculeren. B he, bestaat Ubisoft nog? Wordt het oververkocht? Um, dit is wel een bedrijf wat het Echt heel lastig heb, want ook dit jaar hebben ze niet echt, ja, ze hebben eigenlijk helemaal geen echte grote hit gehad. Ik bedoel, uh, nee. die, die Mario en Rabbits game was leuk, maar, maar het was geen, is, uh, geen nee, klapper. Het was geen nee. klapper, uh, gewoon het, het is Just onbestaanbaar. Dance, Rainbow Six, dat soort dingen, is natuurlijk nog. onbestaanbaar uh, dat Ubisoft in nee, het nee, najaar Rainbow, gewoon Rainbow Six was, uh, was die extraction die was uitgekomen, die is ook geflopt. Uh, oh, ook geflopt okay. Ja, 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 tuurlijk, ja, De hele tijd die e-sport games die ze eruit knallen, die ze binnen een jaar weer offline moeten halen, ze zijn helemaal. De weg kwijt. Ja, alles gaat nu afhangen van Avatar, de game. Nou, als die film flopt, dan flopt die game maar ook. Die film nee, gaat floppen. Nee, denk ik niet. Nee, nee, nee. Maar, nee, 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 nee sorry, nee, ik, ik vind uh, het helemaal niks hoor. Maar film games, aan 2020, 2022, daar moeten ze het dan van hebben? Ik weet het niet. Nee, maar dus dat is het, het probleem. Goed, um, het. Ben je verrast dat het nog steeds gewoon de Ubisoft is die het aan het begin van het jaar was? Namelijk gewoon in handen van Yves. Ja, dat vind ik wel, want ik had echt serieus gedacht dat uh, Ubisoft als een van de voornaamste overnamekandidaten op de lijst zou staan bij veel van die grote aardappels. Mm -hmm. En ze willen het niet. En ik kan me wel voorstellen dat er gewoon een hele grote um, ja, cultuurclash is tussen de Fransen en de Amerikanen. Dat hebben we ook al gezien uh, toen EA op een gegeven moment kenbaar had gemaakt dat ze het over wilden nemen. En uh, dat is toen ook niet gelukt. Ik denk eerlijk gezegd dat Yves te veel... Um, te recalcitrant is geweest uh, in die gamesindustrie. En mensen gewoon zoiets hebben van... ja ik ga hier mijn vingers niet aan branden. Je weet niet wat je in huis haalt. Klinkt als gezeik. Nou, maar dat is het ook. Want om heel eerlijk te zijn... er is geen beleid uh, te, te peilen daar. Want ik kan me nog... Was het twee jaar geleden? We zaten in ieder geval nog in het oude kantoor. Ja. Toen zeiden ze nog van... oké okay, jongens, de Ford-fabriek die we nu hebben gecreëerd... met al onze studio's, dat is een fout geweest. Dat heeft Yves Guillemot zelf gezegd. We moeten opnieuw naar de tekentafel. We moeten originele, innovatieve games uitbrengen. En ze hebben het, daarvoor hebben ze het nog gezegd met Assassin's Creed. We moeten niet meer ieder jaar een Assassin's Creed uitbrengen. We moeten gewoon de tijd nemen om een goede Assassin's Creed, Creed te maken. En dat is niet ja. een jaarlijkse game. En dat hebben ze één jaar volgehouden, volgens mm -hmm. mij. Uh, na, na Origins. En toen werd die hele shit weer opnieuw opgestart. En in plaats van dat ze, dat ze zeiden, nee, we gaan nu focussen op kwaliteit bij Assassin's uh, Creed. Wat hebben we nu de afgelopen jaar uh, uh, aangekondigd? Ja, we hebben Far, Assassin's uh, Creed games. Ja, ja. ja inderdaad, het is bizar. En ze hebben natuurlijk Far Cry 6 gedaan. En maar daar zie je ook al de metaalmoeheid optreden. Ik bedoel, die game was niet per se heel slecht, maar het was ook niet heel goed. En hij staat gewoon ja, het is in de McDonald's schaduw. games. Ja, het is McDonald's games. Het is inderdaad een soort ja. van, oké. Okay, Weet je, vorige week had ik een Big Mac... en nu neem ik een, uh, weet ik veel, een Quarter Pounder. Nou, het grap, dat is allemaal hetzelfde, het, dan het, maar net het ervan. Het is, ik kreeg vanmiddag een mailtje van, uh, van Ubisoft... Uh, van, uh, over Far Cry, dat er, er is dus een expansie uitgekomen. Oh ja? Een update, Ja, dus uh, 15 nieuwe missies, weet je wel. En zes dagen na die missie krijg ik een mailtje van... hé, hey, uh, dit is uitgekomen, kijk hier de trailer. En als je interesse hebt om, om dit te spelen... laat me het even weten, kun je een code ja. krijgen. Dit was onbestaanbaar uh, een aantal jaar geleden... Dan waren we zo fan van Far Cry... dan hadden we dat moeten spelen. Ja. Het boeit niet meer. En ik hoorde er ook niemand over. Hoor. Nee, ik heb het ook nergens hey, gezien. Ik moet je zeggen... ik zou best wel geïnteresseerd zijn om het te spelen. Maar ja. ik, omdat ik benieuwd ben... wat ze aan het doen zijn. En um, juist omdat ze in het verleden... ook primals hebben uitgebracht... en dat soort dingen gedaan ja. hebben. Blood Dragon. Ja, blo dat was dan weer heel goed natuurlijk. Um, ja, ik, 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 ik weet het niet. Weet je, kijk... Je kunt de bol zeggen van Ubisoft, maar ze hebben natuurlijk wel een gigantische uh, backcatalog van Tuurlijk. games. Weet ja. je? Ik bedoel, ik heb best veel plezier gehad, volgens mij was dat over twee jaar geleden, met uh, de remake van Far Cry 3. Die is mm -hmm. toen de ja. op PlayStation 4 uitgekomen. Nou, fucking goed, weet je. Dat blijft gewoon een hele goede game. Dus wat dat betreft, denk ik, van, ze hebben gewoon heel veel in huis. Nou, ze, hebben, ze hebben talent, alleen een, een, een probleem en. De community schreeuwt dat ook naar ze. Het is kwaliteit over kwantiteit. Wat technisch, ja. uh, qua systemen, uh, qua, qua graphics, qua gameplay loop op zich ook nog wel. steken die games allemaal mm. goed in elkaar. Ja. Behalve dat ze kiezen voor. Nou, weet je, we kiezen liever 50 uur bijna allemaal dezelfde missies. In plaats van dat we een keertje een, een, een campagne doen voor 10 uur. En dat het. Insane, krankzinnig vet. Ja. Dat daar nou, over en, elke missie en die, echt goed moet nadenken. En die woke bullshit, weet je, dat zij zijn ook een partij die gewoon mee is gaan in die woke onzin. En dat hebben we gezien met die DLC's, met die paarsharige uh, lesbische New Dawn. Uh, New Dawn bullshit. En het, het is gewoon. Weet je, ook zij hebben daar de plank volledig misgeslagen. En gewoon een groot gedeelte van de community. Maar hebben vreemd... zij, door jij zegt van ze hebben talent, hebben zij nog wel talent? Want er is natuurlijk. Nou, de games steken technisch in elkaar. Dus ze, nou, kunnen, ja, ze kunnen goede games maken. Maar ze hebben natuurlijk dit jaar ook. Te maken gehad met al die ellende over uh, toxic work environment. Waardoor uh, ja. voor een deel uh, heel veel mensen zijn weggelopen. Misschien zijn er ook deel mensen weggelopen van. Oké, okay, het wordt me nu te woke. Da daar hoef ik ook weer niet te werken. Aan de andere kant zijn er juist weer mensen naartoe getrokken. die het zien als van een, 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 het eerste inclusief werk. Waardoor bedrijf. het nog woker wordt. Dat zou kunnen, dat weet ik dus. Maar het het, feit pro is... het probleem ligt dus niet bij het technische. maar meer bij het creatieve, zou ik zeggen. Nou ja, dat denk ik wel van als zoveel, En dat heeft Blizzard ook gehad. En ik, het lijkt er nu een beetje op dat, dat Blizzard terug begint te komen. Dat duurt gewoon een aantal jaar. Dat, dat proces is al wat eerder ingezet. Je moet opeens nieuw talent vinden. Nou, waar zit Ubisoft? Die zit in, 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 in Quebec, in Montreal. Daar, daar weemelt het van de studio's, ook van indie-studio's... Kwalitatief hoogstaande mensen die worden, kunnen overal terecht tegen worden. Ja, dat, dat is een probleem. Dat komt ook omdat die, uh, die staat, met name Quebec, die, uh, uh, zij, zij schelden je uh, de loonbelasting kwijt ja, tuurlijk. Als, je, ja. als je in de gamesindustrie daar komt werken. Ja. Maar dat betekent dat je dus een keiharde concurrentieslag krijgt van het personeel. En volgens mij was de eerste. Ja. ja, en daarom is die Toronto <laughs> Studio zo groot geworden. En die Montreal Studio's zijn zo groot. Ze dus hebben eigenlijk een eigen graf een beetje gegraven. Nou ja, ik... ze hebben heel erg geprofiteerd daarvan. Ja. Alleen op een gegeven moment waar zij. kwam als tweede. Ja. Vervolgens. Nu zitten er geloof ik wel tien uitgevers. Ach, ze veel zitten meer. daar allemaal. Allemaal in die studio's. En dan, ja, dan wordt het lastig. En wat heb je dan nog als personeel? Ja, de absolute beginners. Ja. En dat zijn dan precies al die woke uh, uh, developers... die ergens anders niet aan de bak komen. Nou, en en, en je, 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 je raakt je continuïteit van je game... van de, de vibe, van, van de essentie van een game. Uh, dat moet je helemaal gaan leren. Dat is hetzelfde Ik bedoel... Uh, Game Kings heeft een bepaalde... Uh, er zit een bepaalde intentie achter, een bepaald concept. Uh, als je nieuw komt, moet je dat leren. Dat duurt gewoon een tijdje voordat je dat eigen maakt. Zeker als het niet, jou, ja. niet in jouw straatje past. En dat zie je nu allemaal. Die frictie zie je bij heel veel developers. Dat is ook nog eens een keer een, uh, een probleem. Uh, je ziet dan ook, want we zitten nu zo'n beetje rond juli... Dat het zo langzamerhand begint nu... Activision Blizzard. Die begint nu nou een beetje naar voren te komen. Uh, ik zie hier ook nog even. Dat was ook de strijd. Musk met Twitter. Die hebben we natuurlijk ook gehad. Vond ik niet helemaal game gerelateerd. Uh, ja, deze ook weer leuk. Sony zei opeens. dat ze de Nike van esports wilden worden. Toen was het opeens weer esports. Vond ze toch wel heel interessant. Uh, iets het was wel was interessant het... als je daar nu op terugkijkt. Die e-sportmarkt heeft een ontzettende klap gehad. Vooral van het... De budgetten die als eerste verdwijnen in ja. de recessie uh, zijn de marketingbudgetten. En met name die e-sportten waar heel veel geld aan toe ging. Dat is toch gewoon in... kunstmatig uh, grootgehouden. Absoluut. Gehouden. Die ja. hele shit was fucking kunst, kunstmatig. Ja, en ja. daarin zie je nu ook gewoon van ja, dit. Uh, uh, ik denk eerlijk gezegd dat we daar ook een gigantisch bloedbad gaan zien uh, van, van ontslagen en, en ja, weet je, toernooien die gaan verdwijnen. Ja, de, de, de verhalen over dat het, uh, dat het voetbal net zo populair is als voetbal, dat, dat van een ja, paar jaar. Ja, ja, het is zijn altijd niet meer. een gelul geweest. Ja. Hey, Oké, okay, maar dat nu weten even. we dat. Uh, net als dat uh, Twitch natuurlijk jaarlang werd gezien van dat, dat is waar iedereen de media gaat consumeren, zien we dit jaar ook. Mogelijk omdat bij corona meer mensen hebben gekeken, zien nu ook de kijkcijfers gewoon wat teruglopen. Dat is natuurlijk ook consumenten gaan op, op een gegeven moment weer op zoek naar iets nieuws. En, ja. uh, uh, ja dat met e sports heeft iedereen het ook gezien en er, er zit gewoon geen continuïteit in geen involvement als het ware ja. Um, nou ja goed tegenslag aankoop gaan we een beetje naar boven um, ja nou hier 27 september dit uh, nee eigenlijk één week eerder 21 september is denk ik ook een dag uh, die uh, zeker bij Rockstar in de agenda zal blijven staan de hack van GTA 6. En binnen een week hadden ze ook de jongen te pakken. Ik weet nog wel, we hebben dat item gemaakt. Toen waren we nog een beetje aan het speculeren. Ja, wie zou dat nou gedaan hebben? Zou er nou echt bijvoorbeeld een malefiede organisatie achter hebben gezet? Misschien Russen of dat soort dingen. Of Amerika. Echt een hackerscollectief. Whatever. Het bleek uiteindelijk een jonge man te zijn. Tuurlijk. In Engeland. En in één keer werd ook duidelijk hoe... Dommig, dit in elkaar heeft gezet. Het was dus was en ik Ben ik weer de naam verkeerd. Het wij hebben het, het was een ook, online platform. Het was, was een het? online platform waarbij je als je thuis werkt, gewoon uh, met, ah, je, met ja, je. Hoe ja, heet ja. het nou? We hebben dat ook gedaan. Ja, share, share. Nee, het is heel groot. Um, teams, nee. Nee. nee, 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 nee. We hebben het, we hebben het dus was voor, voor de teams groot werd. Had je een soort en dan kun je, je kon Slack. een bericht Slack, Slack ja, dat ja, was inderdaad. De, en Slack, mensen ja. hebben gewoon met elkaar gewoon. Uh, wat eigenlijk ook wel logisch Een van hey, is gehackt. Ja, precies. Van okay. ik, ik, daar zet je gewoon stukjes demo op. En dan zeg je, ah, wil je even kijken? Ik heb dit gemaakt. oh vet tof. I dat hebben ze gewoon gehackt. Drie giga materiaal. Um, de jongen heeft gedreigd. Nou, dat is dan weer niet zo heel erg slim. had toch ook de broncode? had ook de broncode. Ja. Uh, ik denk dat Rockstar een lijntje open had staan met uh, de FBI. Want die jongen is vrij snel ook in Engeland geïnteresseerd. Dus dan moet het via het Interpol uh, zijn. Weet je, dat echt wel op een hoger niveau. Um, dit was blijkbaar toch wel een big thing. Maar um, het is wel extreem pijnlijk. Extreem pijnlijk. Dit. Het was wel pijnlijk, maar om heel iets te zijn, ik ben het alweer vergeten. Nou ja. Ik weet alleen dat de beelden die we gezien hebben was gewoon dat was, gewoon was niet zo tof. Nee, nee. Ik, ik weet dat het gewoon een ongelooflijk kutjaar is geweest voor, uh, voor Rockstar. En uh, ik begin ja. wel te twijfelen ook aan Rockstar. Want uh, hoe heet het? Red Dead Redemption 1 remake is natuurlijk gekend, mm -hmm. uh, Red Dead Online gekend. Uh, maar dat GTA... niet meer dan logisch toch? Dat die shit is dalt geboren. Ja, omdat ze er niks mee doen. Alles ja. gaat naar GTA die online. Trilogy ja. die maar omdat niet GTA die ja. ja, 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 McDonald's op online. Met hamburgercontent weer. Met McDonald's fucking content. Ja. Want vroeger kregen wij de Ballad of Gay Tony. Ja, ja, ja maar je? dat is dat is gewoon een tijd die is voorbij. Dat hebben ja. ze zelf ook gezegd. En ik moet zeggen, ik speel GTA online niet. Dus voor mij is het een, een, een Het gaat volledig langs me heen. Mm -hmm. Maar ja, ik zie dat het groot is en ik zie af en toe die persberichtjes. Ja, hou ze weg inderdaad. De, dat vind ik eigenlijk... Hij is niet de enige die weg is. Er zijn een aantal vanuit de top 10... Die Leslie Leslie Nielsen, wil ik dat zeggen. Maar hij ja. heeft ja. Leslie nog wat. Die ja. is de ook de weg. De ja, inderdaad. En er zijn er een aantal weg. En ik denk dat dat met name... Um, ik denk ook dat de laatste House of Bro, of die tweede House of die gaat ook weg na GTA 6. Kijk, heel eerlijk, die Red Dead Online, daar hebben ze niks mee gedaan. Waarom? Ze tonen, en ja, dat, dat vind ik echt heel pijnlijk, want ze zijn daar meester in geweest. Het neerzetten van grote merken, grote werelden, uh, die echt ongelooflijk vet waren. Red Dead Online hebben ze gewoon niks mee gedaan. Um, de, terwijl dat een insane vette franchise is, echt super ondergewaardeerd. Maar check even wat ze hebben gedaan met de GTA-trilogie. Ja. Dat, is, dat is niet een ongeluk nee, is geweest. Maar, dat is niet pech geweest. Maar dat dat, dat is. Laat ze hebben weer developer erop gezet om op port die echt binnen een maand moesten uitkomen voor mijn gevoel. Maar dat laat toch ook weer zien dat daar ook een wisseling van de wacht is geweest. Dat daar andere mensen het voor het zeggen hebben en niet meer. Het is onbestaanbaar ja, dat wij... de House of Brothers dat in het begin hadden toegestaan. Maar ik wou er wij dachten dat het een soort van Disney van de gamesindustrie was. Hoe? Protective ze zijn over nou, nee, de dus. Nee man, die gooien ze ook gewoon waarom, onder de bus als een quick dollar kunnen maken. Als het ja. allemaal om die quick dollar gaat, waarom hebben ze dan bijvoorbeeld uh, 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 Red Dead Redemption niet, uh, uh, Red Dead Redemption 2 niet uitgebracht voor PlayStation 5 en Xbox Series X bijvoorbeeld? Omdat ze dat misschien nog wel. Dat vind, een vind keer, ik heel ja. gek, maar ik denk ja. dat dat nog wel gaat komen. Ja. ja. Nog ik, voor ik, GTA 6. Ja, Want die zou wel. volgend jaar moeten komen. Nou, ik denk dat ze wel even geschrokken zijn van wat er gebeurd is. Allemaal gewoon de kritiek die ze hebben gehad. En daardoor alles even op hold hebben gezet. Van oké, okay, als we nou weer een remake erin gooien. dan hebben we al een beetje een probleem. Kijk, ik ik kijk, denk ook dat ze gewoon zien kijk, dat Red Dead Redemption niet echt leeft. Dat. Maar kijk, je hebt die GTA-trilogie natuurlijk gehad. Die volledig gefaald Nou, Red Dead Redemption komt bij lange na niet aan de verkoopcijfers van, uh, van GTA natuurlijk. Maar ja, nog steeds. Je, maar de kwaliteit 40 is de kwaliteit, Begge, Ja, ja, ja maar, maar niet qua hype. En, nee, nee, nee. Ik nee, nee. bedoel, het komt er niet bij. Maar een is rut. dat dan erg? Maar Dan heb je de GTA-trilogie gehad. En het, was, het had compleet sens gemaakt om even een next-gen patch uit te brengen. Voor uh, Red Dead Redemption 2. Want die draait ja, op 30 fps, kut gewoon op de vorige consoles. En die had je nu gewoon kunnen uitbrengen. Er is toch een PC-versie. Nee, maar... Dan kunnen ze toch zo hoop Vloem. Ja, maar waarom de... doen ze dat niet? Omdat na die GTA-trilogie. kunnen ze het niet maken om een next-gen versie uit te brengen. van Red Dead Redemption. waarbij eigenlijk alleen de, de frame-rate is opgehoogd. Ja. misschien een paar tekstjes beter. want wat wil Rockstar? Rockstar wil die shit voor 80 euro verkopen. Ja. Als ze dat nu in de markt hadden gezet. dan ze weer backlash overheen mm -hmm, ja. gekregen. Nou ja, dat is absoluut een ding. Ik denk dat die, die, die GTA-trilogie. Uh, dat is een. Uh, weet je, toen het uitkwam hadden wij zoiets van, oké, okay, dat is best wel kut. En ik denk dat het effect ervan veel groter is geweest. Ik denk dat je gelijk hebt, dat het, dat het een gigantisch uh, uh, ondermijnend effect heeft, ge he heeft gehad op hun, uh, hun franchise. Met name ook omdat zij uh, zijn ook bezig geweest in die mod community, mm -hmm. om daar projecten alles offline te halen, te leggen, ja. alles aan banden te leggen. Uh, en dan zelf met zo'n Kut uh, shit aan te komen als die, als die trilogy. Uh, dat ik zoiets heb van gasten hadden de meest fantastische shit gemaakt man. Op die, uh... maar ja. Dat dan niet alleen. Gewoon bijna evil. Want dit zijn de enige versies die nog verkrijgbaar zijn. Terwijl ja. dit letterlijk Mobile Port zijn. Ja, dit precies. komt van de Mobile Port. Ja. En ook al wil je de originele, kan je niet meer krijgen. Die ja. hebben ze uit de, uit de store gehad. Want nee, ja, die uh, kunnen ze niet uh, verkopen uh, voor full uh, price. Of, of nou, voor, nou, voor nou, hoeveel GTA ja, nu ja. te kopen. Is. Het is. Het is het, het, heel apart hoe uh, maar Rockstar is, dit, toch ja. vind ik het weird. Het is echt opvallend hoe een bedrijf wat zo prat ging op kwaliteit ja. deze shit kan uitbrengen. Dat vind ik echt opvallend. Is dat, dat denk je Rockstar of zou er ook bijvoorbeeld druk uit kunnen zitten van de moedermaatschappij? Van Strauss Selnik van de, uh, Take Two misschien. Ja, ik weet het niet, Worden Omdat ik take, it, two, take Two draait wat ja, maar, minder. Wat zou take take two, zou take two uh, daar wel uh, waarde aan, uh, aan verbinden, want die denken misschien ook dude, we hebben, we hebben de, de, jouw gouden kip die hebben ja. we daar, want ja. laten we die niet slachten. We hebben je goud in handen. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Zij kunnen meteen met de vuist op tafel slaan om te zeggen, fucking maar, no, maar dit gaan als, we niet als, doen. als iemand dus, heeft gewoon gezegd, fuck it breng het maar uit, ja. kan mij het schelen. En het feit dat dat gebeurd is ja. maar als, echt Als één iemand dat had kunnen stoppen, was take two. Die had kunnen, die had kunnen zien maar die GTA uh, trilogie, trilog uh, trilog dit gaan nou, we niet nee, uit maar, nee, ik denk niet dat ze dat kunnen. Tijdens toe kan dat niet. Die organisatie zit niet zo in elkaar. Nee? Maar, maar uh, Sam Houser had het wel kunnen uh, stoppen. Ja. Die had gewoon kunnen zeggen van well, luister, dit ga je niet doen. En dat had hij moeten doen. Het is, het is, en het feit dat hij dat niet gedaan, daarmee heeft hij echt gewoon Rockstar. Ja. echt Op het hakblok gelegd. Weet je. Het is, dat is, het is jammer, jammer dat hoe, <laughs> hoe open Rockstar nu ook even bleek door de hek, hoe gesloten ook is het verhaal erachter. Ik zou heel graag willen weten. Waarom, waarom hebben ze dit toegestaan? Wat is daar nou het verhaal? Hoe is dat? Bij, bij, bij CD Project Red heb ik het nu wel redelijk op het Netvlies. Daar, daar hebben ze nu toch wel een beetje verteld. Ik, ik vind het niet vreemd. Ik vind het volledig een lijn. Met de Rockstar van de afgelopen jaren en Red Dead Redemption 2 is de enige uitzondering ervan. En ook de laatste fucking goede shit die ze hebben uitgebracht. Nou, en er, is, er is, wel is alleen maar Shark Cards, GTA Online en alleen maar Monetization. En er is hier ja. ook ja. iets heel plats aan de hand. En dat is namelijk, uh, ik weet niet of je het nog weet, toen uh, Cyberpunk uitkwam. Toen werd ook gezegd door de directie van ja, we wisten niet dat die uh, was de Xbox One uh, versie ja, ja, ja. en de PlayStation 4 versie. Dat zeiden ze die... tegen ons in 2018 al, hè, toen we bij OTA uh -huh. 3 waren. Ja. Maar dat ze. Ze zeiden van we wisten niet dat het zo slecht ging zijn. Nee. We hebben in die coronaperiode. Al die bedrijven zijn massaal thuis gaan werken. Dus een bedrijf dat erom bekend stond, dat ze met z'n allen daar in in. Weet je, in uh, op, 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 wat is het? Uh, 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 hoe heet die straat daar, die, 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 die winkelstraat in uh, New York. Um, uh, Broadway. Uh, daar, daar zit het kantoor van, van Rockstar. Dat ze daar met z'n allen zitten en dat ze gewoon, weet je, de directie bij wijze van spreken langs de computers kan lopen om te kijken van hoe staat het ervoor. Dat ging allemaal weg. Het ging allemaal naar online. Het kan, zou heel goed kunnen zijn dat het hele project niet goed, uh, niet overzichtelijk was. Dat uh, de directie briefings kreeg. van ja, het gaat allemaal fantastisch, het wordt de mobile versie, het gaat goed uitzien, uh, gaat geoptimaliseerd, het wordt super vet, dit wordt vet, maak je geen gezorgd, wordt super cool. En vervolgens, juist omdat ze niet meer direct grip hadden op die hele development structuur neem de werken 1500 mensen daar. Hè? Mm -hmm. dus uh, dat je daar geen overzicht meer hebt, doordat je niet meer fysiek die afdeling ja, op kan maar lopen. Let, let misschien op, op is dat gegeven. Het is er, nee, maar kijk, op een gegeven moment is er een golden master. Dit is de versie die we nu gaan distribueren had, naar, naar ja. de online store. Ja. Kijk, als dat het geval is geweest, dan is het ook gewoon falen van de leiding. Ja, ja, natuurlijk. Die hebben dat ook niet. Dan maar die zelf zijn ook gecheckt. lekker aan het thuiswerken, weet je? Die ja, guys ja, met zit gewoon met op de golden Boot. master. Steek het één keer in je PlayStation. Na vijf minuten wist ik: dit is de allergrootste maar, crap aller tijden. Dan moet je eens. maar maar die gasten zijn weggegaan. Hè? Dus die, die Leslie ja. Nielsen is weggegaan. En uh, hoe heet die gast ja. nou, man? Google eens. Hoe heet die Guy? Ja, ik maar daarom zeg ik, dit, dit zegt voor mij alles over de nieuwe rockstar. Ja, nee, alles. maar daarom. Dus als hij, zelfs als Sam Hauser daar nog zit, en die heeft zoiets van: ja, weet je, ik ga vandaag gewoon even op mijn jacht chillen. Weet, weet ik veel, of ik zit in de Bahama's. Ja, hij heeft of, of groot gelijk. Ja, <laughs> maar hij zit daar nog zijn contract ja. uit te dienen. Dus je voelt gewoon aan alles. Dan Hauser is weg. Leslie Nielsen is Jamie weg. Jamie King? Nee, Leslie. Mm. Ik nee. heb hem nog ontmoet in. Uh, ik ben een keertje bij DMA-design geweest. Mm -hmm. Leslie. Les, Leslie Rockstar. Ik ga het even kijken. Ik probeer hem met. Hij is net weg. Daar. Hij was verantwoordelijk voor het verhaal en zo. En het uh, vette ah, Maar het verhaal is duidelijk. Van wat je probeert te zeggen. Goed, die gasten zijn weg. En, en Sam House zit er nog. Maar is misschien ook al Leslie weg. Benzies. Ja, inderdaad. Dat zou kunnen. Van maar ik, het, het, is, het, het is wel zo dat je wel. Stel dat dat gebeurt zou. Zijn dus dat er dus blijkbaar dus de ondermanagers de onder die de die game maken, die hebben niet goed gebriefd. Dat de game eigenlijk niet heel erg tof was. Um, of de managers hebben geen eindcontrole gedaan. Dat vind ik al heel slecht. Of. Ze hebben gezien, dan moet je wel grote ballen hebben als je al je hele marketing hebt. Want dat moet je weken van tevoren plan je dat al in. De winkels. Weken? Nee, maar dat Dat je dat op dat moment zegt uh, bij de Golden Disc. Oké, okay, fuck it. Weet je wel, we, we gaan het stopzetten. We gaan helemaal overnieuw beginnen. Ja, maar Dat gaan ze dus ook niet doen. Nee, dus dat, ik denk dat ze dat niet meer hebben aangedurfd. En toen ze hadden van. Maar, okay, ze, maar, zij, maar zij dachten ook gewoon: weet je, fuck als de trilogie fuck uitbrengen. Ja. Ze kopen het toch wel. Ja. Ik bedoel, dit zijn drie van de grootste games uit de geschiedenis echt toonaangevende games, GTA ja. 3, Vice City en San Andreas. Hoe, hoe heeft hij verkocht eigenlijk? Nee, niet, maar nee, hij is nee, veel, nee, nee, veel nee, teruggebracht. Ja, ja, is ja niet, hij is niet goed. Ja, echt, ja. echt echt onder Een paar miljoen goed. misschien max. Maar je kunt dat ook gewoon niet doen, weet je? Ik bedoel, dat is wel een ander ding. Daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar al die remakes, al die directors cut, die hele uh, cultuur van oude shit rehashen opnieuw uitbrengen. Ja. En Rockstar heeft dat op de Kutst mogelijke manier gedaan. Namelijk gewoon die oude shit opnieuw uitbrengen. En wat je doet, je poetst het op, je giet het in een modern jasje, whatever, je doet er iets ja. wat Wat, wat uh, uh, Capcom heeft gedaan met Resident Evil, dat is hoe je dat doet. En wat zij hebben gedaan, het lijkt een beetje op, we hebben dat van Nintendo ook gezien, die hebben volgens mij vijf, zes Mario games, hadden ze Mario Sunshine en Mario 64, nope. waarbij een soort van de resolutie ook verspringt afhankelijk van de game die je opstart. ik zeg, Ze hebben niet eens de moeite genomen nee. om die shit uh, te resamplen. Maar, maar laten we het er wel over hebben, ik bedoel 2022 uh, het laat ook de enorme kramp zien waar deze industrie op dit moment in zit. Er is ontzettend veel uitgesteld. Uh, deels uh, gewoon omdat het er niet af was. Omdat die games zo complex, groot, duur zijn. Dat ze nog een jaar eraan moeten werken. Om het überhaupt goed te krijgen. Want er moet allemaal een multiplayer in. Er moet service. Het moet Al die shit moet erin. En het werkt allemaal niet. Daardoor worden die games nog duurder. Uh, en daardoor hebben we heel. En, en ze hebben natuurlijk geleerd van, uh, CD, uh, van, uh, van Cyberpunk. Dat, ze moeten geen Cyberpunkje doen, weet je wel. Een nee. game ja. in de markt zetten, hè? Van, 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 van Hogwarts naar Starfield, naar al die games. Oh, ja, maar laten we het niet alleen Cyberpunk, Anthem, Fallout 76, alle exact. grote zijn op op weg gegaan. Maar of, dat op, betekent op dat ze nu. Manier. En Ubisoft heeft een jaar lang, het is gechargeerd, geen inkomsten nee, uh, ja, nou dat is niet waar. Nee, ze nee, hebben ze, natuurlijk al die digitale dus, aankopen. Snap ik, maar uh, bedoel ze hebben geen, geen grote nieuwere. klappers, weet je wel. IE ja. heeft dit jaar op FIFA na ook geen grote maar, game, weet je, al dit maar al die party's hogere omzet dan ooit tevoren. Ja, ja, omdat ze de games allemaal 10 euro duurder hebben gemaakt. Nee, en omdat ze en die die MT's. In, ja, ja, daarom die die en die, die microtransactions zijn niet meer micro. Maar dat betekent dus dat die de microtransactions. industrie microtransactions. Ja aan het veranderen is naar... Um, Service-based games. Service-based games. En Sony, en nu eindigen we inderdaad een beetje bij Sony... Sony ziet alles in een sneltreinvaart... aan zich voorbij denderen, weet je wel? Van de ouderwetse manier van games maken in een gesloten economie. Kan wel, Nintendo laat het zien. Ik wou het zeggen. Maar dat is niet wat ze willen, want ze hebben altijd van zichzelf gevonden... wij zijn de marktleider, wij zijn de baas, wij zijn de grootste. Ja, dat lukt ze niet meer. Maar dat doe je door de trend te zetten en niet de trend te volgen. En wat PlayStation nu aan het doen is, is manisch en heel paniekerig... de trend aan het volgen. Oh, we moeten tegenhangen hebben voor Xbox Game Pass. Oké, dan hebben we dat. Oh, we moeten live service games achteraan gaan. Oké, doen we dat. Terwijl inderdaad hun kracht ligt bij Nintendo zijn. En ja, dan gaan ze misschien niet meer de grootste alle tijden worden. Nee. Maar wel in, de, in dat segment met die niche met Xbox waarmee ze concurreren, absoluut de beste. Ja, maar zij hebben, zij hebben het equivalent gedaan van na een avondje stappen in de trein in slaap vallen. En wakker worden <laughs> op de rangeerterrein in een lege trein. En dus, waar is iedereen? Ja, iedereen is bezig met iets anders, met ja. nieuwe businessmodellen. En dat is uh, op een Behalve gegeven moment... Nou, ja, ja, we, ik, we, ik weet het niet of dat zo is. Want kijk, zij hebben heel duidelijk uh, met onze uh, Nederlandse trots Herman Hulst. Ja. Die is daar directeur geworden van Sony Worldwide Studios vanuit uh, Guerrilla Games. En die heeft een missie meegekregen. En die zei: En dat is van niet meer al die titels, maar de meest succesvolle titels nemen. En daar ga, dat ga je uitbouwen. En, met, en dat heeft hij. Veel te letterlijk genomen die opdracht. Dus vervolgens heeft Guerrilla. Nou, het is logisch als ze vrienden zitten daar. maar die hebben vrij spel gekregen, bij wijze van spreken. Um, uh, hoe heet het? Uh, uh, Santa Monica Studios heeft vrij uh, spel gekregen. En Naughty Dog heeft vrij spel gekregen. En dat was het. En daarbij uh, zie je gewoon dat al die 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 weet je de little big planets, de uh, hoe heet het? De de gone, weet je, al yep. die veelbelovende titels die Sony ook had, die zijn weg, die zijn weggesneden. En wat er overblijft, dat waren ooit toppers, maar misschien wel vergaan geworden. Maar, maar je ziet het zelfs nu met uncharted. De, weet je, Naughty Dog wil het niet meer maken. Nee. Maar die serie moet doorgaan. Ja. Weet je? Ja, Natuurlijk, ja, omdat, want omdat er het moet veilig. geld verdiend ja, worden. Maar ja. dat bedoel ik. De kwaliteit is niet meer leidend. Maar, maar, is, maar Naughty Dog is zelf ook uh, de ballenbak ingegaan... Met die, met, die, met die Last of Us 2. Ja. En ik bedoel, die game heeft het commercieel Make misschien... Nice. Nou, commercieel gezien heeft hij het wel oké okay gedaan. Nou, maar maar ze vind, zijn... Ik vind het ook een fantastische game. Nou ja, ze zijn een andere kant op gegaan. En um, die andere kant... Ik weet het, ik, ik snap dat het een doelgroep heeft en dat het zijn ding doet en jij vindt het leuk. Uh, maar ik denk ook dat er gewoon een hele politieke discussie is ontstaan. Waarbij ik zoiets heb van: dat is gewoon niet goed voor je businessmodel. Nou, nee, maar, het had niet dat gehoeven, daar ben, da, ben ik mee. Eens. Je verliest dat, dat, zeker. Dat, dat, dat maakt die game niet slecht. Maar, het feit, maar ik zie het wel. Maar luister, doet Joel wordt doodgeslagen. Met een golfclub op een symbolische manier, waarbij een politiek statement wordt gemaakt. In, nou, en het is een van je hoofdpersoon. Hij, le hij van... wordt letterlijk opgeofferd. En out of character, op de manier waarop dat tot stand komt. Wat geen sens maakt. Daar ben ik maar, helemaal met je Oké, okay, Maar daarmee niet alleen slaan ze daarmee de hoofdpersoon van een van hun meest succesvolle games dood. Ze slaan die franchise dood. En dat doen ze. Express. Maar dat kan je moeilijk stellen, toch? Ik, sorry, maar ik, ik zie dat wel zo. En totdat we de Les was 3 gaan zien, waarbij uh, we een groter succes dan ooit zien. Want ik denk namelijk dat de teleurstelling in de Les 2 zich gaat vertalen naar verkoop nou, nou, uh, Hebben we een van de Les of Us 1 uh, remake? Want daar ben ik dan wel benieuwd aan. Want die is na de Les of Us 2 uitgekomen. Ja, okay, maar wat is nou een remake, man? Een remake ik, van nog een remake? Nou, voor mijn gevoel kopen heel veel mensen die game blind. Terwijl ik zoiets heb van ja, die game had je niet hoeven te kopen. Want de remastered versie, die een paar jaar eerder is uitgekomen, is dus ten eerste net zo goed. Maar als die het wel goed heeft gedaan? Nee, natuurlijk heeft hij het niet goed gedaan. Er is, er is geen PlayStation te krijgen, weet je? De mensen die het hebben. Nou gespeeld, ja, ze zeggen hier: de last us part one physical sales have floundered uh, in ja. the UK after only three weeks of sale Flanders despite... Dat is positief hè. Ja, is dat positief hè? <laughs> ja. ja? Gevlaanderd? gevlondert. Dus despite the considerable lack of competition ever grown. Nee, het is het is negatief. Het is dus negatief, het is negatief, dan, ja. ja, ja, jij denkt dat, dat het geflonderd is, maar het is nee, het niet het is een beetje gefaald als het dat dat. Betekent. Maar ik ik vind het ik vind dat niet zo hmm, interessant. Het ik bedoel, dat het opbloeien was. Jij vindt het niet tof. Ik gevlouwders is dat. Ik ik vind ik, nee, ik nee, dat nee, 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 nee. dat is nu <laughs> gevlouwd. Creatief kan je een keer een plankje mislaan. Het het maar grote dan heb je misschien gelijk. Het grote probleem zit hem in dat de bedrijfsvoering van PlayStation wordt duurder. Ja. Games maken wordt duurder. Chips zijn duurder. Alles is duurder. Duurder, duurder, duurder. Zijn ja. grote groei duurder, duurder. Inflatie, duurder. Ja. Dat betekent dat je dat maar op één manier kan opvangen. Of twee manieren. Je kan meer verkopen. Dat lukt op dit moment niet doordat die PlayStation 5 gewoon niet goed voorradig nou, is Geen en risico nemen. Hun doelgroep groeit niet. Het is die waar we het vaker over hebben die 100 150 miljoen hardcore gamers die er zijn die een console zouden willen kopen. 20 miljoen PlayStation nee, 5. precies. Dus dat zijn ze nog lang niet. Het probleem is, wil je door die grens heen breken wat iedereen wil? Microsoft is er al tegen aangelopen. Dan moet je een totaal andere manier van het verkoop van games gaan doen. En dat is wat Microsoft nou, nu aan het inzetten is. Dat is wel interessant. En, uh, kijk, we hebben het over risico, en daardoor uh, wordt het bijvoorbeeld inderdaad veel in dat veelbelovende franchises zoals Days Gone, weet je, Metacritic score is 71, we hebben het ja. 8 miljoen verkocht volgens mij. Oké, okay, fuck it, we willen alleen maar shit die 15 miljoen verkocht minimaal. Ja. Maar die doelgroep van die franchise heb je al. Daar zit heel weinig rick in. Ja. Maar in Days Gone 2, wat een compleet ander game uh, gameplay principe is, Days daar gone. valt nog Days Gone. Days Gone 2. Nee, ja Days Gone ten opzichte van een God of War want okay, the God ja, of ja, War ja, heb de ja, ja. ja, Last wrong. of Us fans heb je al maar ja ook oh, sorry ik snap wat je sorry ja dus je nee, hebt dus gelijk daar, daar zit weinig rek in ja. dat zijn fantastische games maar daar zit weinig rek in juist in dit genre Days Gone met andere gameplay over wereld vet gedaan maar valt veel aan te verbeteren dat zal ik ook uh, onderschrijven daar, daar moet je aan gaan verbeteren en dan kan je weer een hele nieuwe grote groep schare fans aan je binden. Ja. Dat kan niet meer. Want je gaat alleen maar voor de zekerheid. En ja. we, hebben, we hebben het nu de hele tijd over first party. Hè? We hebben het over geld. We hebben het over het feit dat uh, Playstation heeft dat geld nodig om draaiing te houden. Logisch allemaal, om die aandeelkoers goed te houden. We hebben ook duidelijk gezien in deze piepshow uh, het afgelopen jaar, dat het percentage van de inkomsten vanuit de first party game was... was ik, 10 ik, heb, van, 9 ik, uit ik, heb, ik heb niet de exacte aandacht. Ergens tussen de 10 en de 20. Laten het, we laat het daarop houden. En de rest is allemaal third party. En daar zit nu het element in. Waarom Playstation op dit moment zo krampachtig probeert die Game Pass te houden. Even, er zijn geen third party games. Wat, wat komt er nu uit? Want ik bedoel, die omzetcijfers is gebaseerd op jaren waarin er veel games uitkwamen. Nee, uitkomen. Nou, maar dat, dat komt nu bijna maar, niks meer uit. Maar ze, maar ze zien donders goed dat die... Dat type gamer, dat type gamer, we noemen het altijd de mainstream gamer, die gewoon een aantal games per jaar koopt, ja, meestal. Coach, een FIFA. Ja. Die gingen blind altijd naar de PlayStation 5 toe, of de PlayStation 4 of de PlayStation 5. Vanwege het, het vanwege het netwerkeffect. Als er op een gegeven moment een goedkoper alternatief is, wat we hebben gezien bij Spotify. Wat we hebben gezien bij, uh, bij, bij video's uh, met Netflix, dan zijn die mensen weg. Die interesseert het geen. Maar hol. De, dan snap je ook waarom Sony eigenlijk fel tegen cosplay is? Absoluut. Het alleen en maar. tegen Game Pass, want dat is een goedkoper alternatief voor en al toch, die titels. En toch roepen en dat, dat vind ik jammer. We, we hebben het er vaak over gehad de piepshow. Ze moeten eigenlijk eerlijk aangeven, kunnen ze niet doen, snap ik ook wel. Game Pass is een bedreiging voor ons en wij willen dat aanvechten. Wat zij de hele tijd doen is Wij komen op voor de gamer? En ja. ze komen niet op voor de gamer. Ja, maar uh, anders Niemand zeggen. komt op voor de gamer. Ja, Microsoft, Microsoft komt is... ook niet op voor de gamer. Nintendo komt ook niet op voor de gamer. Dat hoeft ook helemaal niet. Gamers kunnen zelf wel bepalen wat ze kopen, weet je. Als ze komen op voor het feit dat ze gewoon lekker veel winst willen moeten, wi willen verdienen, en dat is ze gegund als ze toffe producten ja, kijk, maken. Kijk, weet je, het wordt juist goed wanneer het slecht gaat met een bedrijf. Kijk. Xbox zet nu. Kijk, ik kan zeggen dat ze super consumentvriendelijk zijn. En dat is omdat ze achter staan. Omdat ze achter staan, zijn ze open voor crossplay. Ja. Hebben we een goedkoper feestje daar. Game Pass. Dit. Day one release. Noem het allemaal maar op. Ze hebben Weet je, muscle. toen het slecht ging met PlayStation. Ja. Toen de Xbox 360 een straat -lengte voor stond. Toen gingen ze investeren in studio's. Toen is The Last of Us in één keer naar boven gekomen. Ja. Weet je, het moet eerst kut gaan voordat het beter wordt. Nou, ik, de ik denk ook serieus. Ik denk als uh, uh, Microsoft deze slag, uh, met wat ik denk wat gaat gebeuren... met vlag en wimpel gaat winnen. Mm -hmm. Ik denk dat daarna Game Pass twee, drie keer zo duur gaat worden. Oh, getwijfeld. En uh, ik denk dat... Uh, de One Sony, releases gaan er op een gegeven moment weer uit. Ja, precies. En ik denk dat de consument, eerlijk gezegd denk ik... dat de consument nu al massaal naar per se gejaagd wordt... Uh, maar ik denk dat Game Pass gewoon heel duur gaat worden. En het hoeft niet maar, per definitie maar, slecht te zijn. Maar, maar dat het gaat maar, wel veel duurder worden. Maar dat zou worden. kunnen. Ik bedoel, dat zie je nu ook bij muziek. Dat zie je ook bij film en video. Daar gaat het, bedoel, mensen denken altijd van. Ja, jullie zijn voor de Xbox. Het maakt mij niet uit. Het gaat niet om Xbox of PlayStation. Het gaat erom dat de markt aan het veranderen is. Er is een enorme transitie. De oude markt komt niet meer terug. Dude, we, het feit, wij, wij geven toch geen fuck op, op welk kastje. Nee, nou nee, nee. Een nee maar het, 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 het feit dat. Uh, wel. Wat, ja, Why? <laughs> Gewoon, of fucking game. Fucking met, met, met mijn. Dat is een extensie van mijn identiteit. <laughs> ja. het, het ik could care less. Het, het, het feit dat, uh, dat je straks, dus uh, de meerderheid van de gamers, hun game via subscriptie binnen gaat krijgen, wil niet zeggen dat de gamers zullen blijven, net zoals er nog steeds mensen zijn... die platen kopen, alleen... Nou, ik vind de perceptie... That, that, ik wil, sorry, ik wil er nog heel even op Ik vind de perceptie zo veranderen. Want jij het laatst in, uh, op Twitter had je een, een bericht gegooid... over, over uh, games die bij de Action voor Team Peak... Uh, ja, ja, gewagen. ja, gewoon ja. PlayStation, First Party. Maar fantastische titels. Yeah, eh, fantastische titels van was 2 Spider-Man, Ghost of Tsushima. Maar dan zie ik iemand bij, bij hem reageren... Ja, maar ik kan het ook gratis krijgen bij PlayStation. Nee, ja, dude. Ja. Ten eerste. Dat is 20 euro aan de maand, ja. Ja, want dat was de, die, uh, hmm. dat abonnement. Ten eerste, dat is dat dure abonnement. En tweede maand dat jij niet betaalt, is de game weg. Ja, precies. Horus ja. heeft hem voor altijd. Ja, en maar, ja, hij doet het op mijn PlayStation 5, bij wijze van spreken. Maar die perceptie is dus enorm aan het veranderen. Ja. Nee, precies. Maar waar het op neerkomt is... PlayStation gaat een andere positie opnemen. PlayStation zou net als Nintendo... bij wijze van spreken... Uh, de, zoals je bij de muziek de mensen hebt... die bijvoorbeeld uh, nog steeds platen uitbrengen. Weet je, Het is een hele grote niche waar je prima succes in kunnen hebben, maar Spotify is bij wijze van malen, vele malen groot. Dat is de nieuwe partij op dat moment. Nou, dat zou Xbox kunnen hebben. Weet ik niet of, of zij uiteindelijk gaan slagen met de Game Pass. Ze zijn op dit moment liggen ze mijlen voor. Het kan best zijn over vijf jaar dat er een hele andere partij heeft die ja. nog meer geld over de balk flikkert, Want ze zijn allemaal zo hypocriet als ik weet niet wat al die publishers. Dus ze gaan daar waar uh, het geld te halen valt, daar zullen Kijk, zij ook naartoe da da gaan. Da daar waar het geld te halen valt. Ik denk dat ze met de franchises heel erg Nintendo willen emuleren. Want Nintendo heeft gewoon een aantal... Uh, ja. Qua kwaliteit. Ik, qua kwaliteit. Ja. Uh, ja. Maar, maar ik denk dat ze, dat ze zich compleet verkijken op het feit... dat die games te veel lijken op elkaar allemaal. Ze lijken heel erg op elkaar. Maar, 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 qua opzet, maar ook qua, 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 het qua doel... Het valt toch gewoon mee? Kijk nou naar, naar Horizon of Ratchet Clank. En het zijn allemaal wel anders. Nou, het zijn bijna allemaal third-person action adventures. En als je dan kijkt naar, 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 naar Nintendo, weet je, Super Mario, Metroid. Het zijn hele andere type games. Ik, vind, ik denk dat er een fan is van het genre. Ja. En, en ik denk dat de, de, de PlayStation-fan bestaat. Maar Absoluut. Die is vind, er gewoon. Ik maar vind ook niet dat PlayStation Nintendo. Deden ze dat maar. Deden, de, keken ze maar naar Nintendo en, en zagen ze maar dat zij wars zijn van hypes. Want waarom gaat PlayStation opeens fucking 11 nou, games. Dat doet Nintendo la, toch ook niet? La, laat me laat je zo vragen dan. Zijn ja. Ghost of Tsushima, God of War en The Last of Us zo anders nee, van elkaar? Nee, nou, ik vind van wel. Ik, ja. vind wel, ik vind Ghost of Tsushima echt een originele game. En, um, Creed. Uh, Alleen goed gedaan. Ja, ik ben maar goed. En uh, God of War is God of War, weet je? Die doet gewoon zijn ding. Dat doet, die doet zijn eigen ding. Het is veel minder een probleem wat je bij Ubisoft op een gegeven moment had, dat je zag dat je in elke game in een toren moest klimmen en naar beneden kon springen mm -hmm. en dan een Ik vind dat ze heel op... erg hard die kant op aan toe. Uh, ze uh, hebben wel uh, een bepaalde gaan gaan. stijl, maar ik, ik ben dan niet zo'n Nintendo-game, maar ik vind bijvoorbeeld Kirby, uh, Mario, vind ik ook allemaal een beetje hetzelfde lijkt. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je niet achter hype's aanloopt en ik zie PlayStation krampachtig allerlei allerlei hypes aanlopen. Oké, okay, weet je wel, ze hebben? Ze, ze flirten nu ook weer met NFT's. Weet je? Ik, ik denk dat dat tussen die drie games is, zijn exact dezelfde mensen. En bij Nintendo heb je echt Zelda fans, je hebt echt Mario fans en je hebt echt uh, Metroid fans. Zal wel, maar denk jij dat PlayStation het accept kan accepteren, kan, de kan leven dat ze niet meer de nummer 1 zijn? Daar ze om. zullen wel moeten. En ik ja, nee, denk, en ik, maar dat snap ik, maar. ik. Wat er dan gebeurt is dat er een aantal mensen vertrekken die hoog nodig moeten ja. vertrekken. Uh, ik denk dat het bedrijf een ontzettende klap krijgt. En ik denk dat ze daarna vervolgens weer focussen met, met bescheidenheid. Uh, gaan bouwen aan een nieuwe toekomst. En daarin misschien wel het wiel opnieuw uitvinden. Dat hoop ik. Mm -hmm. En dat zie je meestal gebeuren. Weet je, ik heb Sony letterlijk al een keertje deze cyclus zien doormaken. Ik heb het Nintendo zien doormaken. Ik heb het Microsoft zien doormaken. Ze doen het allemaal. En ze, na een periode van uh, dat het goed gaat, gaat het volgens ontzettend kut. En daarna gaat het weer beter. En uh, net als dat het met de Xbox One ontzettend kut ging. En dat ze het arrogante uh, kut beslissingen namen uh, waarbij ze de woonkamer wilden veroveren en dan moest je merken voetbal moest je kijken je, je TV, moest je TV, je tv kastje moest je aansluiten op je xbox ja. want je xbox was het belangrijkste De ook hoe krijg je het in je domme harses om dat te verzinnen <laughs> ja. en dat hebben ze gedaan en daarin zijn ze kaart op een bek gaan sony exact hetzelfde aan het eind van het van de, eigenlijk de ik denk, eind van de Playstation-periode, toen Playstation 2 kwam... Playstation 2-launch was te kut. Ze waren te arrogant. Ze hebben de Dreamcast gesloopt met die shit. En het product was ondermaats. Ja. En um, uh, Nintendo, hetzelfde, weet je. Ik bedoel, die Wii, daarin zei, ze zijn daarover gestruikeld gewoon, weet je. Het was natuurlijk een heel groot succes. Maar vervolgens waren ze hun doelgroep kwijt. Want zij dachten dat er daadwerkelijk een, een doelgroep was voor Nintendo Games... van 100, ja, de, 200 miljoen mensen. De, 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 de Wii en de Wii U heeft mijn Nintendo-fan afgemaakt. En jij niet als enige. Zij dachten dat het met die zwabbercontroller... dat dat de key to van het succes was. Nee, het was juist al die jaren van hardcore. Uh, kwaliteit in hun eigen franchises, waardoor Nintendo zo'n goede naam had, waardoor mensen is dat we hey, is ze nieuwe Nintendo console. Ik ga het eens een keer bekijken. En vervolgens, en dit was, dit heb ik meerdere malen met Nintendo ook besproken. Uh, zij had het grote probleem. Nintendo werd gehond door de uitspraak de Wii licht stof te verzamelen. Ja. De, de de Wii heeft het voor elkaar gekregen als eerste console in de geschiedenis om een uh, gemiddeld verkoopaantal van games op een console van 0,6 te krijgen. Dat betekent dat er per verkochte Wii nog niet eens één game werd verkocht. Ja, maar Mensen kochten dat voor die wie Sports dat zat erbij en kochten niks meer. Maar ik denk dat daarin ook het gevaar ligt wanneer je iets voor alles en iedereen wil maken. En dat 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 Precies, zijn dat is zijn ook doelgrof. weer de fouten die die ik ook PlayStation en en ook ja. Xbox misschien uiteindelijk weer zie ja, gaan maar maken. Bij bij Xbox zie je het nu. Het feit dat ze zeggen we willen 2 miljard gamers uh, bereiken, dat is niet anders als dat Nintendo zegt van ja we hebben nu de massa bereikt met onze Wii. Of dat Sony zei naar de PlayStation 1... wij zijn niet meer geïnteresseerd in hardcore games. Heeft een marketingmanager van mij... Te, letterlijk woord voor woord tegen mij gezegd. Die zei op een gegeven moment de toekomst... dat zijn games als iToy was het. En zei, hij zei letterlijk... God of War is niet meer de toekomst. Die jongen werkt nog steeds bij Sony. Ja. En, die, die, uh, en ik, had, ik, ik hoorde dat. Ik had zoiets van... je bent helemaal knettergek. Weet <laughs> je bent van elke realiteit losgezongen. Nou, waarom, waarom begrijpen ze niet... dat de hardcore gamers enthousiasmeren de mainstream. Omdat ze ze, maar de mainstream bestaat niet. Het die idee dat er een, Nee, het is een het, 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 het is een, het is nah, een vergissing. Er ja, geen enkele gamer ziet zichzelf als mainstream gamer. Nee, dat, dat is niet zo. Maar je hebt mensen die veel verschillende soorten games spelen en ook bereid mijn, zijn mijn om Mijn een mainstream gamer. Ja, dat zeg jij als hardcore gamer. Maar je ja. broertje vindt zichzelf een echte gamer. Nee, precies. Mm. Maar doel, sterker nog, zijn broer zit bij Game Kings, dus hij weet wel wat hij maar, moet spelen, weet je. ik dat denk dat Iedereen wil die gamer die gewoon zich ook gamer noemt, maar gewoon wat minder games, wat minder avontuurlijke games speelt. Die willen ze ook bereiken. Allemaal zijn ze bezig om dat te gaan bereiken. En um, dat lukt tot nu toe niemand, want Microsoft is het ook no nog niet gelukt. Alleen wat Microsoft heeft één essentieel piketpaaltje nu geslagen: dat is dat dat type gamer, en ik denk dat jouw broer daar dan ook bij hoort. Het wel fijner, game ja. fijner vindt als hij minder hoeft te betalen. Uh, en daardoor ja. meer kan uitproberen. Want hij gaat niet 80 dollar betalen voor een game waarvan die niet zeker weet dat hij het heel erg tof vindt. Maar dan is dat geniaal. Wat bij Bruesje vraagt erbij, Welke console moet ik kopen? Nou, heel eerlijk, kwalitatief, PlayStation vind ik. Maar ik ken jou. Jij, jij, jij gaat niet 20 games per jaar kopen of wat dan ook. Koop een Xbox. Nee. Neem een Game Pass abonnementje. En je hebt. Altijd meer dan genoeg te spelen. Ja, nee, ik, ik snap het. Maar ook ja. zij gaan onderuit straks. Omdat ze een, een, een doelgroep najagen, die misschien niet bestaat. Dat zou best kunnen. Nou, dat, dat zien we dan in 2023. We willen wel even afsluiten, want we zijn al bijna oh, Ik weer... wil nog heel even ja? over Activision ja? Ja? hebben. Oh, Sorry. Ja? <laughs> over, over de overname. Ja. Denken jullie dat PlayStation zich... Want die heeft zich natuurlijk heel erg hypocriet opgesteld ten eerste. Hakken in het zand, noem het allemaal op. Wilde geen enkele deal accepteren. Nee. En misschien hebben jullie het hier al over gehad hoor. Ze hebben nu Nintendo natuurlijk de deal geboden mm -hmm. en Steam. Mm -hmm. Ik denk dat PlayStation zich keihard in de eigen voet heeft geschoten. En dat ja. wil niet zeggen dat Call of Duty niet meer uit gaat komen op, de, op, de, op die platformen. Maar dat ze nu door dit te doen... Microsoft wel die optie hebben gegeven om dat altijd op ieder moment te kunnen doen. Want het gaat natuurlijk om een monopoliepositie. En Microsoft kan nu voor altijd zeggen: zie, wij zijn open geweest, we hebben PlayStation een deal aangeboden. Zij zeggen nee, maar wij zijn nog steeds open, want we bieden het aan een Steam, we bieden het aan een Nintendo. Sony heeft het niet genomen. Nou, dan gaan wij met die partij. Het is niet een in... deal, het is een intentieverklaring. Nee, dat, dat, dat snap ik, maar die moet je geven voor onder andere de FTC en dergelijke. Ja, ja. ja nee, ik en denk dat Sony heeft zichzelf in de voet geschoten absoluut. Ja. En vooral maar... omdat het zo publiekelijk uh, wordt. Uitgevochten en iedereen ziet wat een hypocriet is. Omdat het nu gewoon. Ja, bij de juridische rechtspraak moeten dingen gewoon overhandigd worden. En dat is openbaar. Ja, dat is pijnlijk. Ik denk niet dat ze hun poot terug gaan trekken. Ik denk dat ze nu zo diep. Ik denk dat ze gewoon het proces aangaan, ook niet op die deal ingaan. Ze gaan het nu helemaal uit. Nee, ze gaan er niet op in. Maar dan daarmee riskeren ze wel. Dat nog steeds maken ze wel op ieder moment kan zeggen. Nee nee nee. De, de games komen place, ze Wat ze niet meer op Ik denk, steeds uit op ik denk dat ze dat ook niet. Ik denk dat ze het ook niet gaan doen. Ik denk sterk, sterker nog, ik denk dat Microsoft nog meer gaat aanbieden. Dus ook misschien Elder Scroll, uh, ook mijn ook, nee, ook al. Nee, nou, dat zou dat best wel kunnen. Dat helemaal niet. Maar Nintendo. Hoeven of, het niet. Microsoft wint die zaak op zijn sloffen. Dat denk en ik. En pas al als het, als de EU zich ermee gaat bemoeien, dat is een andere zaak. Maar de UK, de FTC, het is dat ten ten het is een achterzak. Sony is marktleider ten opzichte van Xbox. Precies. Dus. Ze dat is al weggenomen. Gaan. En het feit dus dat ze alles exclusief, of, uh, ja, exclusief houden. dat is ook al weggenomen door de Steam Deal. en de Nintendo Deal. Nou, dat doen zij dat toch niet? Het gaat om de consument. en de consument wordt hier beter van. Dat, dat kunnen ze gewoon niet. Het is goedkoper en ja. er is meer keuze. Maar goed, hey, ik wil even afsluiten. Ja. Gewoon even een rondje. Dat doen Boris en ik af en toe ook wel even. Uh, langs de aandelenvelden. en ik heb hier de. Uh, volgens mij is dat de YTD, is de year to date. Ja. Ja. Zo heeft Nintendo dit jaar. Uh, eigenlijk afgesloten. Dat betekent dat zij een, een plusje hebben: 4,5 procent. Ze hebben een. Een plusje gescoord. Dat is uh, vrij opmerkelijk. Want ik ga dan gewoon meteen even naar de volgende. Als we kijken naar de Sony-stok. Die hebben dus een minnetje uh, ja. van 36 procent. Nou, is, het is er zijn een aantal dingen aan de hand met dat Nintendo-aandeel. Ja. Uh, Om te beginnen hebben zij niet die gouden bergen uh, beloofd in die coronatijd. Nee. Dat is één ding. Uh, de Japanse markt ziet er ook echt wezenlijk anders uit dan de Westerse mm -hmm. markt. Ook qua lockdowns en zo was dat in Japan gewoon anders. Um, een ander ding is uh, dat ze heel praktisch uh, aandelen Nintendo's zijn, worden verhandeld op de... Beurs van Tokio. Mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld via je westerse broker uh, aandelen wil kopen, aan Nintendo, dan is er een minimaal bedrag en dat is fucking hoog. Dat zijn volgens mij 10.000 aandelen, zoiets. Het is echt vrij veel wat je moet uitgeven als je uh, dat wil doen. Het komt omdat die uh, kosten zo hoog zijn voor die, uh, voor, voor die, voor die broker om, dit, om die aandelen te kopen aan die Tokyo Stock Exchange. Uh, dus dat betekent dat het iets minder liquide is ja. uh, voor westerse. Uh, uh, Investeerders. Um, maar goed, uh, daar komt ook bij dat... Sony is een veel groter bedrijf absoluut, dan absoluut. alleen videogame's. Nou, ik maar... zeggen, tv's, uh, die, die hebben wel echt ja. een flinke klap maar, gehad. Maar, maar PlayStation ja. is hier wel uh, vrij dominant. is een hele belangrijke factor geworden. Maar je hebt inderdaad die hele chip-ellende, die zit hier ook in verdisconteerd. Maar dit geeft ook even duidelijk aan de speelruimte uh, die wij de hele tijd uh, uh, over, hebben, over hebben. Microsoft kan dit allemaal doen. Wat ze nu aan het doen zijn, omdat ze bakken met geld hebben... En je ziet het hier aan dat heeft Sony op dit moment niet sterker nog als een Maar dat markt... zie je hier niet aan hoor dat nou, Nee, nee, cool. maar bedoel hun marktwaarde is ook weer niet heel erg hoog hè? met 79 dollar. bedoel, je zou bijna kunnen zeggen dit is een overname ja. overnamekandidaat. Nee, hou op. Nee? Beurswaarde 100 miljard. Ik weet ik weet het niet. Nou ja, goed, als je 70 bedoel... miljard betaalt voor uh... Ja, maar, de, maar Microsoft zal nooit zo'n Nee, overnemen, dat is wat het gezeik wat ze nu al hebben met met, met, met ja. die met die regelgevers, dat wordt dan exponentieel groter. Nee, dat gaat Saoedi-Arabië. Nee, nah. nee, maar ik bedoel, kijk ook wat voor soort bedrijf het is, weet je. Mm -hmm. Ik bedoel, is er iemand anders die die consoles kan produceren op de manier zoals Sony dat doet? Ja. De, de, de content, weet je, Sony is meer dan alleen videogames. Ze zijn, ze zijn ook Film, gewoon muziek. films en muziek ja, en, nee, en, dat ik... ze, en dat hoort allemaal een beetje binnen dat PlayStation segment. Uh, nee, ik zie dat niet zo snel overgenomen worden. Nou, of laten we ja. even kijken naar Microsoft. Ja, dat, daar hebben we hebben een aparte uh, uitzending ook over gedaan. Um, het feit dat die techbedrijven nu ook allemaal af uh, afgefakkeld worden. En uh, dit is nog relatief goed, hè? Ik te, ja, dat, precies. Uh, want terwijl Microsoft op dit moment best wel goede cijfers overlegt. Maar de, het geloof in die tech-bubbel is een beetje weg. Nou, uh, het, het, het is niet weg. De, de, het corrigeert. Het corrigeert je, het, ja. Er zit daar een gigantische hoeveelheid gecreëerd geld in de coronaperiode in die aandelenprijs uh, verdisconteerd. En dat, dat gaat er nu uit. Dat ja. gaat eruit lopen. En dit, dit zie je als je naar Netflix kijkt of naar uh, uh, weet ik veel. Uh, uh, Um, uh, hoe heet die, uh, Facebook of zo, Meta, het, de, de, dat gaat ook allemaal dramatisch. weet je, Dat tientallen procent in de min. Ja. En dan vind ik 25 procent, volgens mij valt dat nog wel mee voor Microsoft. Ik, andere partijen... Hoe groot was Sony nou? De beurswaarde dit is 100, een, miljard. 100 miljard. Maar uh, Microsoft is ook wel echt uh, infinitely groter natuurlijk. Ja, ja dat, dat is, uh, je hebt het vaak ook gezegd, dat nee, is dat gewoon kan niet, toch niet. De, de beurswaarde van uh, Microsoft. is al never, nooit die 1,70 miljard. Ik denk dat het biljoen is, trillion Dat is biljoen, ja, dus dat is. 100, oh, oké, okay, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, inderdaad. Kijk, kijk, ja, inderdaad, 100, 100 miljard. Dit is ook wat we vaak zeggen: daar is, dat is 2 biljoen. Ja, Je kan daar gewoon niet ja, ja, tegen knokken als zo Omdat biljoen, miljoen, Ja, ja, ja triljoen, biljoen, dat is heel verwarrend. Ik snap het, ja. Activision, die hebben eigenlijk best wel. Maar dit is de overname door Microsoft. Kijk, hier begon de overname, hier was exact hier wap! ja, maar dat komt omdat op het moment dat <laughs> uh, wat hebben ze geboden, uh, 80, 84 dollar of zoiets. Ja. Um, uh, als je dat per aandeel biedt, dan is dat wat het waard is. Ja. Dus, ja. Nou ja, goed, en dan zie je nog wat risico. En gaat, de, gaat de deal wel of niet door. Daardoor is die prijs nou, dan wat verzetten ook. Ja, maar, hier oh. zie je ziet al inderdaad. Dit is september, november. Dan, dat, waarschijnlijk is dit toch allemaal die ellende met die uh, ja. die organisaties die uh, bezwaren uh, rekenen. Maar ja, die bizar door, dit man. Ik, ik, Podisch, ik twijfel dat niet aan. Ja. Ja. Maar goed, dit, de dividenduitkering. Ja, het, het is uh, er weinig. Electronic Arts. Um, ja, ook niet geen goed mee, jaar. Ik nou, vind het nee. meevallen voor, ja, voor een rampzalig jaar man. Ja. Ups en downs. Hier hebben ze een hele grote up. Dat is ergens in juni. Dat is een beetje. Ja, dat ja, is rond de A drie. Nou, ik denk dat dat ook overname geruchten waren op een gegeven moment. Ja. Maar misschien zit dat er nog steeds wel een beetje in dat ze ergens. Ja, aandeelhouders verwachten dat zij een volgende overname kunnen... Dat 84 zijn. Ze hebben het zelf gezegd dat ze dat zouden willen. Maar, maar kijk, ze hebben, ze hebben weinig grote releases gehad dit jaar. Maar dat is dus het mooie van, van hun service game, FIFA en shit. Weet je wel, ik, het kost het. Dit is marginale verandering ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja. Maar maximaal cash en, en maximaal uitmelken qua monetization. Dus dat is. Maar ik denk, ik bedoel, 34 miljard is de beurswaar. Nou kun je niet zeggen dat is één op één wat je ervoor moet betalen, want je betaalt altijd iets meer. Maar ik denk als jij FIFA hebt in een in madden in een jaar of 5, 6, kun je dit bedrag van FIFA de samenwerkingen hebben ze opgezegd, hè? Ja, nee, ja oké, okay, maar die, die, die games met kun je, kun je dit bedrag redelijk snel terugverdienen? Nee, ik, wat, wat ik je zou de licentie betalen. Nee, ja. maar denk jij dat ik denk namelijk niet dat dat of nou wel of niet FIFA staat dat er geen hol uitmaakt. Nee, Misschien, ik denk het wel. Ja? Ik denk, zij hun grote probleem zijn dat alles wat ze verdienen is gebaseerd op licenties. Nee, ik. Star Wars, al die sports games, het zijn ja. allemaal licenties. Wat hebben zij nou werkelijk zelf? Maar ze, ze moeten <laughs> wel. Shit. Ik wou net zeggen, omdat de rest gewoon flopt. Ja, daarom. Ja. Ja. Dat is waar. En dan hebben we natuurlijk nog onze grote vrolijke Franse vrienden. Ja. Uh, oh, nou ja, dit was wel wat lager zijn. Eerlijk gezegd. 27 euro staat hij op zo wat Dit is echt een dramatisch jaar geweest. En dan valt 37% gezien de alle macro-omstandigheden. Uh, 3 miljard kun je Ubisoft, laten we zeggen dat het 6 miljard kost. Ja, maar het, is, het doet ook niet zoveel. Het zet niet zo heel veel om. Het is gewoon. Uh, Ik weet ja. zeker dat als die hele fucking Activision-shit er niet was geweest, uh, dan, had, dan, dan gaat uh, Microsoft hier ook op bieden. Nou ja, Eerlijk gezegd, nee. Ja? Nee, man, waarom? Zou Assassin's zijn? Creed en dat soort dingen ook gewoon op de Game Pass? Nee. Dat is toch ideaal? Waarom? Weet je? Nou, ik ja, zie dit is... eerder bij een Bracer-groep of zo ondergebracht worden. Hmm. Het, ja, we, Eerlijk gezegd, dat we, je, we, we ze... weten het antwoord al. Want uh, het is Tencent geweest die er uh, geld in heeft gestoken. Ja. Dat betekent dat als het overgenomen wordt, wordt het door Tencent Ja, maar dat, dat heeft ook niet heel erg uh, veel geholpen, moet ik zeggen. Nee, omdat, de... omdat ja. uh, het gaat niet zo goed in China. Dus nee. eerlijk gezegd, dit is... Uh, ik denk dat Ubisoft uh, door Yves Guillemot hoogstpersoonlijk tussen de wal en het schip is gemanoeuvreerd. Ja. Uh, en ik denk dat zij uh, uh, aan de vooravond staan van zware, zware bezuinigingen. En ik denk zelfs dat we die, 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 die gigantische toonaangevende studio's die zij hebben in, in Montreal en in Toronto. Ja. Ik denk dat we er misschien wel eentje gesloten zien worden. Um, ja. Maar is dit ook niet gewoon een, een keiharde reden dit voor, voor aandeelhouders op een gegeven moment te zeggen. Ik vind het allemaal leuk en aardig Yves, maar sorry hoor, maar... Ja, maar zij zijn zelf baas. natuurlijk de, ja, de grote aanhouders. Het, ja, dat ja, ja. Is dus, ja, de, Die positie de, is verstevigd. Nou ja, maar dat is, dat is niet een gezonde situatie. In geen nou. enkel bedrijf uh, met een omvang van een paar miljard is het verstandig dat de directie uh, ook uh, uh, bij wijze van spreken uh, de, de, de raad van bestuur voorzit. Ja. Dat moet je gewoon niet doen. Uh, dat betekent dat je gewoon een ongezonde situatie krijgt. En exact dat zien we bij Ubisoft. Weet je, daar heeft een giftige uh, 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 bedrijfscultuur is kunnen ontstaan. Uh, de nadruk op, op kwaliteit is, is vervlogen. Uh, dat is ingeraakt voor politiek gekonkel. Um, mm -hmm. Ja, dit soort bedrijven um, hebben grote, grote problemen. Ik, zou, ik moet je eerlijk zeggen, voor die 24 euro, ik zou er ook geen geld in steken. Dit, nee. uh, ik denk dat, het nog, dat er nog veel meer afgaat. Goed, um... Ik ben wel aan het einde van, uh, van deze... Anders zit je wel dat is bijna half acht, man. Ja, het, nou, <laughs> het is, uh, maar het was ook wel een jaartje, maar wel, jongens. Zeker. Er is een hoop gebeurd. Ik denk ook niet dat dit het laatste wordt erover gezegd. Ik denk dat 2023 nog heel veel gaat zien. De recessie komt er nog aan. Er gaan echt nog wel klappen vallen. En hoe loopt het af met die rechtszaak? Ik bedoel, um, als Microsoft het wint, dan gaan we verder. Als Microsoft het verliest, wat gaat Microsoft dan gaan doen? Want die gaat het echt niet denken van... Oké, okay, nou, dan maar niet. Dan, dan, doe, dan stop ik er maar mee. Gaat ook niet gebeuren. Heel veel interessante dingen dus. Uh, 2023 gewoon gewoon weer nieuwe piepshows.